Een goedemiddag, dames en heren. Welkom terug. Hopelijk zijn de soep en de patatjes al een beetje verteerd. Het dessert en de koffie en de taart kunt u gerust opsparen voor na de cyclocross, want rond 4:30 is alles afgelopen en kennen we de nieuwe wereldkampioen bij de elite. Er zijn al 3 WK's gereden, dus kennen we al 3 wereldkampioenen. Gisteren was dat deze Deen, Simon Andreassen, bij de juniores voor topfavoriet Eli Iserbiet. Bij de dames stond Sanne Kant op een tweede plek, maar werd Laurence Ferrand-Prévot uit Frankrijk wereldkampioen. En vanmorgen is deze Michael van Tourenhout wereldkampioen geworden bij de beloften. Hij haalde het voor Laurens Sweek. 14 jaar nadat zijn neef Sven van Tourenhout op diezelfde plek in Tabor wereldkampioen werd bij de beloften. En die Sven zit bij ons. Sven, je zat er vanmorgen ook al bij. Je hebt genoten van Michael, van je neef. Maar vanmiddag gaan we kijken naar het EK, of het WK liever, bij de elite. Heb jij 1 uitgesproken favoriet? Goh, 1 uitgesproken favoriet is moeilijk, hè. Voor mij staan er 2 bovenaan het lijstje en dat zijn de 2 jongsters, Van Aert en Van der Poel. Ja, wat we bij de elite niet gaan krijgen is een gelegenheidswereldkampioen. Zoals vorig jaar, Stibar die kwam. We zagen dat bij de juniores en bij de vrouwen ook al. Die Andreassen heeft niet veel crossen gereden. Laurence Ferrand-Prévot doet dat ook niet. Dit gaat bij de elite niet gebeuren. Nee, absoluut niet. Hier gaat sowieso een goede crosser wereldkampioen worden. Een naam die we volgend seizoen opnieuw in het peloton zien. En nee, hier krijgen we wel een naam die blijft euforen draaien in de cross. Ja, en toch zou een goede Stibar weer topfavoriet geweest zijn op dit parcours in Tabor. Ja, absoluut. Stibar is een sterk atleet die ook in andere disciplines nog zijn gram zou halen. Dus Stibar zou ook hier topfavoriet geweest zijn. Snap je dat heel veel veldritfans vorig jaar een beetje verbolgen reageerden toen Stibar wereldkampioen? Nee, dat snap ik niet, omdat Stibar wel een naam in het veld rijden waardig is. Een schitterend atleet. En ja, die gewoon op zijn manier dan die voorbereiding aanvatte om dan wereldkampioen te worden. Dus daar moeten we alleen maar respect voor gehad hebben. Ja. En hij deed dat na een beklijvend WK in Hoogrijden. Een strijd met Sven Nys tot in de allerlaatste ronde. En toen pakte Stibar die wereldtitel. De topfavoriet. Het is niet evident om topfavoriet te zijn. Stibar al aan de haal. Amai, en dit is al Nys. Dan gaat Stibar al aanvallen. Het is Nys zelf, hè, dat de kastanjes uit het vuur moet gaan halen. Met z'n tweeën. Nys is sterk. Nys is ijzersterk. Maar Stibar is dat ook. Deze 2 kanjers zijn te straf. Fantastische strijd. Nys is wat los. Is dat dan de beslissing? De aanval van Nys. Is dat het moment waarop de veer breekt? Ai, 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 ai. En nu lopen. En nu lopen. En dan heeft hij afstand. En is hij daar al op de fiets. Slechtste moment. Nys die dat daar van de fiets moet. En dat lijkt me de beslissing. Stibar dankt zijn ros en wordt voor de 3e keer wereldkampioen bij de profs. Zdeněk Stibar, een rasatleet, op dit moment aan het trainen. Een duurtraining aan het afwerken op het eiland Mallorca. Sven Nys, die andere, die staat erbij en hoopt misschien stiekem nog altijd om een 3e wereldtitel te pakken. Misschien hoopt hij dat wel, maar ik denk wel dat hij nuchter genoeg en realistisch genoeg is om te weten dat het zeer moeilijk wordt. Ik denk wanneer Sven vandaag 2e of 3e wordt, dat hij minstens even tevreden zou zijn. Ja, heb jij een verklaring voor zijn mindere seizoen? Want is er nogthans goed aan begonnen opnieuw? Jawel, hij was heel goed begonnen aan het seizoen. Met vooral Ronse die er bovenuit stak. Niel, waar hij dan dat nog eens over deed. Maar vanaf dan is het beginnen minder lopen en heeft hij niet meer het niveau gehaald die we van Nys gewoon zijn. Om daar een reden op te plakken is moeilijk. Maar er is ergens iets geweest die de emmer toen overlopen heeft. En ja, die druppel is onbekende, maar het zal wel een reden hebben. Ja, heeft de cumulatie van inspanningen van de voorbije jaren daarmee te maken? Want is al jaren aan een stuk nu bezig met veldrijden, mountainbike, en dan onmiddellijk weer in dat veldrijden te rollen. Er is nauwelijks nog een echte rustperiode geweest. Voor mij persoonlijk zou dat wel de hoofdreden kunnen zijn, omdat het gewoon
een non-stop periode was. Winter uit, zomer in en zomaar verder. En ja, op een gegeven moment loopt dat eens mis. En nu liep dat mis en op een verkeerd moment. Als je dat in de winter tegenkomt, kan je dat niet meer rechttrekken. Ja, er is één voordeel aan wat hem nu overkomt, hè. Niemand verwacht iets vandaag. Niemand denkt hij gaat wereldkampioen worden. Nee, en hij zelf ook niet. Ik ben er zeker van dat hij er nog het maximale zal uitgehaald hebben om vandaag optimaal aan de start te komen. Maar eigenlijk start hij ook met de weet van ik kan eigenlijk geen wereldkampioen worden vandaag, maar we blijven het over Sven Nys hebben. En met zijn ervaring en zijn techniciteit kan hij vandaag wel veel doen. Dat is waar, maar vroeger spaarden we de interviews met de topfavorieten op tot op het allerlaatste moment. Dat gaan we dus deze keer niet doen, want hij is geen topfavoriet. Hier is Sven Nys al. Sven Nys, het ligt hier elke dag anders. Dat is de enige conclusie. Inderdaad, ja, het weer trekt verschillende gezichten, maar ik denk dat we het hier wel een beetje gaan bijhouden. De zon gaat wat weg, dus meer extreem modder gaan we niet krijgen, denk ik. Tegen 4 uur gaat het weer wat kouder worden. Dus ja, het is schuiven en het is cross. Het is lastig genoeg, er gaan risico's moeten genomen worden. Maar vooral, je gaat een goede conditie moeten hebben en de sterkste zal de wedstrijd winnen. En hoe zit dat bij jou, aan de balken? Ga je daar springen, elke keer opnieuw? Wat, gisteren heb ik van de 6-7 ronden heb ik toch 5 of 6 keer redelijk goed over die balken gegaan, maar goed. Is het een groot voordeel eigenlijk? Het enige voordeel dat je hebt is dat je geen aanzet moet doen na de balken. Er is niet zo heel veel grip om fors aan te zetten. Dus daar moet je nog een klein beetje gras proberen te zoeken, maar dat is het enige. Maar ja, als je met een paar man bent en bij de profs gaan ze dat niet zo gemakkelijk meer toelaten dan bij de jeugd, dan moet je toch wel af en toe een keer verstand gebruiken en misschien ook van de fiets springen, want het kan ook voor stress zorgen. Niemand zal nog iets meer te weten te komen wanneer je nu zegt ik wil wereldkampioen worden. Ja, maar dat gaat denk ik niet gebeuren. Ik heb wel ambitie, maar ik ben ook realistisch. En ik ben sinds 11 november niet meer aan de winst geweest. Dan moet je ook kunnen relativeren dat het heel moeilijk zal worden om hier vandaag te winnen. Heel veel succes. Maar je weet nooit. En de zon is weg, zegt Sven Nys, maar dat is niet waar, want ik zie de zon in beeld staan in de persoon van Renaat Schotten. Goedemiddag, Renaat. Het is wel wat kouder geworden, heb ik de indruk. Ja, vooral gevoelsmatig dan eigenlijk, omdat de zon achter een wolkendek is verdwenen. En dat zou volgens de voorspellingen ook de komende 2 uur zou blijven. Het is nu op dit moment misschien wel aan het vriezen, het is 0 graden. Maar die temperatuur zou in het koersuur dan eigenlijk oplopen tot 2 graden. Ik weet niet of dat nog een grote rol zal spelen. In elk geval, gevoelsmatig, doordat de zon wegblijft, is het echt wel koud. Er is ook een snijdende wind op het hoogste gedeelte van het parcours. Dat zijn eigenlijk nevenfactoren die de ondergrond die we eigenlijk daarnet hadden vanmorgen bij de belofte niet meer zullen doen veranderen. Dus ik denk dat het hier nu gaat over details. Ik denk dat iedereen weet hoe de ondergrond erbij ligt en dat er geen fouten zullen gebeuren wat de banden kunnen. Dus betreft, al weet je het nooit natuurlijk. Ja, dus minder modder dan we gisteren bij de vrouwen hebben gezien. Er is zeker minder modder. Jawel, zeker. Het is droger, absoluut. Dat heeft ook te maken met het feit dat gisteren tijdens de vrouwenrace maar bleef sneeuwen. En vandaag is hier eigenlijk nog geen vlokje gevallen. Daarnet een heel voorzichtig vlokje, moet ik dan onmiddellijk wel toegeven. Maar dat was niks van betekenis. Dus hier kurkdroog vandaag. En daardoor is de omloop, is de ondergrond echt wel droger. En op die manier misschien ook harder. Oké, dankjewel Renaat. Jij blijft daar sprokkelen. We komen zoveel mogelijk bij jou terug, live en ook met interviews die je dan al hebt opgenomen eerder vandaag. Tot zo meteen. Ja, Sven, andere omstandigheden dan gisteren bij de vrouwen, maar ik denk dat dat in de bandenkeuze weinig of geen rol gaat spelen. Hè? Nee, dat denk ik niet. Ze zullen wel voor het rino-profiel gaan allemaal. De bandendruk zal wel bepalend zijn, maar het rino-profiel haalt het vandaag van al de rest. Ja, met glasbanden of zonder glasbanden? Ja, dat is veel om te doen. Ik denk dat Nys vandaag in de wedstrijd wel een aantal rondes op de glasband zal rijden. Maar niet iedereen heeft die tube op wielen liggen, dus het is sowieso vrij beperkt. Ja, voor de mensen die vanmorgen niet hebben gekeken, er zijn dus nieuwe banden ontwikkeld. Dat heb je altijd voor een WK. Banden waarbij glaskorreltjes in de rubberlaag zijn verwerkt. Die liggen dan wel op die rino-profielen ook. Heeft dat ook een mentaal voordeel als je weet dat je daarover beschikt? Is dat een psychologisch spelletje dat gevoerd wordt? Ja, maar dat hangt ook van persoon tot persoon af. Er zijn er die in de week van het WK daar totaal niet meer moeten van weten. En dan zijn er jongens die echt op zo'n details gaan kijken, hè, die dat willen proberen, die niks aan het toeval willen overlaten. Dus dat hangt eigenlijk echt af van renner tot renner. Ja.
Er is gepraat gisteren. Rudy De Bie heeft met die mannen gepraat. Kan je daar nu een ploeg van maken, van die 7 coureurs die allemaal andere patroons dienen? Kan je daar een team van maken? Gewoon een team maken is moeilijk. Hè. Je kan wel bepaalde dingen vaststellen. Hè. We hebben 2 Nederlanders die we niet mogen het oog verliezen. Mm-hmm. We hebben binnenin het Belgische team toch wel een aantal blokken. Hè. We hebben 3 renners van Sunweb. We hebben er 2 van vastgoed. 2 blokken waar er dan ook nog eens een topfavoriet, zowel bij vastgoed Van Aert, Sunweb, Powels. Ja, daar moeten toch wel afspraken rond gemaakt zijn. Ja, maar als we in een laatste ronde komen en daar zitten 2 ploegmaats bij die niet voor dezelfde ploeg rijden, voor hetzelfde team rijden, gaan die dan denken aan het vaderlandse belang of rijden die dan altijd hun eigen wedstrijd? Dan moeten ze toch hun verstand gebruiken, absoluut. Je mag vandaag, als je vandaag met 3 man de laatste ronde ingaat en daar is een Nederlander bij, of een Tsjech of een Fransman, dan kan je het niet maken, bij wijze van spreken, als 2 en 3 op het podium te komen. Dus ja. Dan moeten er wel... Zijn er een paar jongens bij die Belgische ploeg die zich volledig moeten wegcijferen? Ik denk aan een Rob Peters, die dan in dienst van Wout van Aert rijdt normaal. Of gaat hij tot half koers ook zijn eigen kans? Rob Peters en Gianni Vermeers, dat zijn 2 renners die echt wel goed genoeg beseffen wat dat ze kunnen, wat dat ze niet kunnen, tot wat dat ze in staat zijn vandaag en wat niet. En ik denk dat die jongens hebben echt een rol gekregen en die gaan dat ook perfect uitoefenen. Dat kunnen eigenlijk wel de 2 perfecte ploegmaats zijn vandaag. Ja, de perfecte ploegmaats. Gianni Vermeers en Rob Peters. Eerst eens luisteren naar Rob Peters. Rob Peters, is het vandaag erop en erover? Ja. Als dat is, dan hang ik van achter. Hè. Het is beter dat het erover alleen is. Het zal eerder erop en eraf zijn, denk ik. Ik denk dat hier het langst op zijn fiets blijft zitten. Dat hebben we in de vorige reeks ook allemaal gezien. Die gaan heel dicht komen, want het is oerverraderlijk. En ik weet niet waar dat er een stukje is dat niet schuift. We zijn op bruin zeep aan het rijden nu. Daar is niet het perfecte schoeisel voor. Dan wens ik je veel geluk op de bruine zeep. Ja, dat ga ik nodig hebben. Ja, dat is ook wat Michael van Toornhout vanmorgen zei na zijn WK. Hè. Wie het minste valt, het minste fouten maakt, die wordt vanmiddag wereldkampioen. Sven van Toornhout is in Tabor wereldkampioen geworden in 2001 bij de beloften. En toen was er ook een wereldkampioen bij de profs, uiteraard. En dat was ook een Belg. En die Belg heette toen Erwin Verwekken. In de modder, want het was gedooid. Daags voordien in de sneeuw en op ijs. Sven van Toornhout. Een dag later deze 3 in de aanval. Verwekken, Dlask en De Klerk. En toen gingen ze naar de trappen. En Dlask die wou langs De Klerk heen. En die duwde toen even die fiets opzij, zodat Dlask niet door kon. Maar zelfs zonder dat manoeuvre was Erwin Verwekken ongetwijfeld wereldkampioen geworden in 2001 in Tabor. Dooiwater, ijswater, onderkoelde lijven. Kletterend op dat podium, maar wel wereldkampioen. En hij zou dat 3 keer worden, ook Erwin Verwekken. En hij staat nu in Tabor bij Renaat Schotten en gaat een babbeltje doen. En hij heeft natuurlijk heel veel kennis van zaken, Renaat. Klopt, Karel. Terwijl de zon er hier weer zelfs komt doorpriemen. Dus ja, de weersomstandigheden echt wel. Ik kan er geen pijl op trekken. Erwin Verwekken, hoe vreemd of hoe apart is het om hier terug te zijn op heilige grond voor jou? Het is wel eens een keer leuk en vooral omdat het terug WK is. Het is altijd een heel speciale sfeer. Ik heb ondertussen al een paar WK's gezien sinds ik gestopt ben. Maar ik hou altijd nog van die adrenaline, van die sfeer. Vooral vlak voor de start, die eerste rondes. En die ambiance, dat is fantastisch. Ben je dan kunnen terugkijken op de plek waar ooit de trappen lagen? Ja, maar dat is helemaal de andere kant van het parcours. Dus nu is alles beneden hier te doen. Toen was alles boven te doen. Het is inderdaad. Ik ben er over de finish teruggewandeld. De trap is nu weg. Die is nu een afdaling geworden. Dat zit nog in het parcours. Maar het is wel speciaal. Wat denk je, zoals het parcours erbij ligt? Wat gaat hier straks gebeuren? Het is toch een heel technische cross geworden. Je ziet toch heel veel spoorvorming, heel veel gladde bochten. De PK's, de mannen met de PK's, kunnen hier niet echt weg. Dus het zal een heel open koers worden en echt heel veel kandidaten op die overwinning. Een heel open koers, dat betekent dan eigenlijk tegelijk ook een gesloten koers met veel volk misschien in die laatste ronde. Is dat een mogelijk scenario? Moeilijk te zeggen. Als er iemand echt bovenuit steekt, kan die vrij snel wegrijden. Maar het kan even goed zijn als hier de hele koers, zoals bij andere categorieën, met een hele hoop samenrijden. Dus dat kan allemaal.
Toen jij in Tabor wereldkampioen werd, dan was dat met een Tsjech als tegenstander. Zie jij uit die hoek iets komen? Want we hebben het eigenlijk alleen over Van der Haar, Van der Poel, de Nederlanders als buitenlandse tegenstand. Over Mouret wordt helemaal niet gesproken. Ik geloof niet echt in mensen als Bena. Ja, wie is er nog? Simonek, eventueel die Boros, maar... Ik zie die mannen niet dat gat dichtrijden van de voorbije weken nu ineens op. Ook al is dat dan een thuiscross, ik zie het niet gebeuren. Oké, dankjewel Erwin Vekke. En terwijl ik dat zeg, is de zon weer helemaal verdwenen, Karel. Dankjewel, Renaat. Hou ons op de hoogte. Doe dat vooral. Sven, je had het al even over de twee blokken bij de Belgen. Het blok vastgoedservice met Van Aert Peters, het andere blok met Van Tornhout, Pauwels en Vermeers bij Sunweb. Daar wil ik het eens over hebben, over dat tweede blok. Pauwels, uitgesproken koopman. Van Tornhout, op een kampioenschap altijd gevaarlijk, maar weer ziek geworden in Hoogerheide. Geloof je daar nog in? Ja, ik blijf daarin geloven. Klaas kennende zal hij sowieso zijn rol spelen vandaag. Ziek geweest of niet. We weten nu al langer als vandaag dat hij een aparte manier heeft om zich voor te bereiden. Ja, maar rol spelen, is dat dan zijn eigen koers rijden? Of kan hij ook in dienst van Pauwels iets betekenen en wil hij iets betekenen? Hij kan die rol spelen als hulpje voor Pauwels, maar dan zal dat echt wel diep in de koers zijn. Ik ben ervan overtuigd dat Klaas 3 kwartier, 50 minuten lang voor eigen rekening zal rijden. Ja. Enkel als hij voelt dat hij zelf geen wereldkampioen kan worden? Enkel als hij voelt dat hij geen wereldkampioen kan worden en een rol spelen voor Pauwels, zal hij dat doen. Maar hij zal wel eerst zijn eigen ding doen. Ja, je noemt Gianni Vermeers als ideale ploegmaat. Wat is dan de ideale koersrijden? Is dat een knalstart maken en op die manier proberen vooruit te geraken en als ze dan komen iets betekenen? Ja, een snelle start zou ideaal zijn. Dan zit hij meteen terug mee in de koers en dan kan er van alles gebeuren. Dan... ja, een gat dichtrijden of op de juiste moment zijn ding doen. Ergens te zitten waar dat hij in de weg zit, bij wijze van spreken. Maar een snelle start zou voor Gianni een goede opener zijn. Ja, jij zei hier vanmorgen, als hij oogkleppen op heeft en zijn eigen koers rijdt, dan doet hij mee voor het podium. Jawel, zeker op dat parcours. Hij is klein, is behendig. Het is een wringerke. Hij dwingt zijn plaats af als nodig is. Hij heeft vorige week laten zien dat hij op wereldniveau zijn plaats waardig is. Dus de grote PK's zijn vandaag niet echt van tel. Dus voor mij zou hij podiumkandidaat kunnen zijn. En het is ook zijn enige WK dat hij ooit gaat rijden zonder druk. Ja, dat klopt. Dus, want vanaf volgend jaar is bevestigende boodschap. Hij zou zeer ver kunnen komen. Ja. Ja. Hier zijn de mannen van Sunweb Napoleon Games. Klaas van Tornhout, je bent rond geweest op het parcours. Wat is je verdict? Ja, dat het iedere ronde zwaarder en zwaarder wordt. Spekglad. Maar door de dooi die ingezet is, wordt het gewoon iedere ronde gevaarlijk. En de fietsen zitten na één ronde propvol. Dus zeker moeten wisselen om de twee ronden. Ligt het jou? Ja, ik heb het liever zo dan dat het keihard gevrozen was. Dus ik zie het graag gebeuren zo. Ja. Kevin Pauwels, je was hier het laatst donderdag. En hoe ligt het er nu bij? Veel harder als toen. Het is een heel ander parcours terug, maar het is wel heel hard gaven nu. En is dat naar jouw smaak? Ik doe dat wel graag, ja, maar Mathieu van der Poel doet dat ook heel graag, denk ik. Ik hoop toch dat ik een goede start kan maken en dat ik toch iets kan betekenen voor de ploeg. Is dat je enige job, een knalstart nemen? Ja, dat is toch wel het enige waar ik nu mee bezig ben. Als ik die taak volbracht heb, dan kan ik nog altijd zien wat er in de tank is om misschien nog zelf nog een mooi plaatsje te rijden. Maar ik sta vooral met de bedoeling om een goede start te maken en om iets te kunnen betekenen voor de nationale ploeg. Ja, dat moet hij dan doen van op de tweede rij, want hij start van op de tweede rij. We gaan het eens over de buitenlanders hebben zo meteen, Sven, over Mathieu van der Poel. Maar eerst nog eens kijken naar wat zijn vader gedaan heeft in 1996. Die werd 5 keer tweede op een wereldkampioenschap, maar won uiteindelijk ook 1 wereldtitel. En dat was in het Franse Montreuil. We zien hem hier in de laatste ronde met Bramati aan het wiel, dicht op de hielen gezeten door Pontoni, Diarnis, Vervecken en Magnin. Pontoni komt nog aansluiten, gaat sprinten, maar Van der Poel is dan al buitenschot. Van der Poel wint voor Pontoni en Bramati, zijn enige wereldtitel dus. Toen je een paar weken geleden had gevraagd wie is absolute favoriet voor het WK, toen had iedereen gezegd Wout van Aert. Maar Mathieu van der Poel heeft zich daar weer bij gewrongen. Zondag in Hoogerheide, door zo dominant die laatste wereldbekermanche te winnen. Ja, dat klopt. Het zijn ook de twee namen, wanneer ze 100% zijn, die er echt
in de afgelopen weken en maanden bovenuit hebben gestoken en die dat ook vandaag kunnen zijn. Ja. Ben je verrast dat ze dit jaar zo'n stap gezet hebben? Ze kwamen over, we wisten dat ze goed waren, dat ze zeer talentrijk zijn. Maar die progressie was plots heel fel, vooral bij Van der Poel. Ja, want Van der Poel heeft dat meer op zijn talent gedaan. Een week wel, een week niet. Is nu de laatste 2-3 weken wel nadrukkelijker aanwezig. Maar Van Aert heeft een enorme stap gezet. Die heeft vanaf de Koppenbergcross op 1 november tot vandaag, mogen we eigenlijk stellen, echt... Ik ga je snel even onderbreken, want we hebben live contact met Wout van Aert. Renaat staat erbij. Renaat, doe maar. Ja, klopt. Ze zijn volledig gefocust. Ze staan op de eerste startrij. Wout van Aert, hoe voel je je nu? En hoe ligt het parcours erbij naar je zin? Ik voel me goed. Het parcours is volgens mij heel drassig geworden met de zon hier vandaag bij de partij. Ik denk dat het veel zwaarder is dan de vorige wedstrijden. En dat is een kolfje naar jouw hand? Dat ligt me beter. Ik ga gewoon nu alles geven en dan gaan we kijken wat er uit de bus valt. Met welke bandjes start jij? Want er is veel te doen geweest over bandenkeuze. Ik start met een heel speciale tube. Ik denk dat ik de enige ben die erover beschikt. Het zijn een beetje tuben uit de oude doos en daar voel ik me heel goed bij. Dus ik hoop dat dat in mijn voordeel kan spelen. Tuben uit de oude doos, van waar komen die dan? Dat zijn oude lopen van Michelin op de kerkas van Dugast. Dus het is een oud profiel dat niet meer gemaakt wordt en op een nieuwe kerkas. Dankjewel, heel veel succes. Eén vraagje nog voor Tom Meeuwissen, de man die naast hem staat op de eerste rij. Tom, ja, dit is een hele grote dag. Ligt er sneeuw genoeg naar jouw zin? Ik ben net nog eens rond gaan kijken en alles is ontdooid, maar het schuift hard genoeg, dus het is nog spiegelglad. Spiegelglad en dan blijft het een dubbeltje op zijn kant, alle scenario's mogelijk op dit parcours? Ik hoop gewoon dat wij als België Mathieu niet laten rijden in het begin en dat we tot in de finale in koers blijven voor de overwinning. Dankjewel jongens, heel veel succes. Ze staan op de eerste rij klaar, Karel, de Belgische selectie in Tabor. Oké, dankjewel Renaat. Goed gedaan. Artisanaal blijkbaar, wat Wout van Aert uit de hoed tovert. Tubus uit de oude doos op moderne karkassen. Ja, ik denk dat hij nog even langs geweest is bij Niels Albert in de kelder. En Niels was daar wel een krak in. Dus hij zal daar nog wel een setje tube boven getoverd hebben die waar heel weinig renners nog aan gedacht hebben. Ja, we waren bezig over zijn evolutie, ook over die van Mathieu van der Poel, ja, die het dan op zijn manier deed. Nederland heeft nog Lars van der Haar, die de jongste maanden niet echt bevestigd heeft wat er allemaal in zat, wat hem betreft. Nee, maar het is wel zo dat sinds lang is dat we moeten rekening houden met twee Nederlanders. En de vraag is, hoe zit dat daar intern? Komen die mannen goed overeen? Zijn daar afspraken gemaakt? Gaat de een of andere voor een snelle opener? Dus dat is, zijn dingen waar we de laatste jaren geen rekening mee moeten houden. Ja, misschien kan een blok van twee, een echt blok, sterker zijn dan een onecht blok van zeven. Jawel, dat is de vraag. Geloof je in Van der Haar? Op basis van de voorbije weken dan? Ja, het is moeilijk. Hè? Maar Lars is wel iemand die zijn doelen uitstippelt. Hè? Die wel goed genoeg weet waar hij mee bezig is. En hij zal sowieso wel toegewerkt hebben naar vandaag. Daar ben ik zeker van. Maar hij heeft minder gewonnen dan vorig jaar. Vorig jaar was hij in elke wereldbeker echt top. Nu was dat toch wel een beetje met ups en downs. Mm-hmm. Winnen was moeilijker. Wat dat ook niet gemakkelijk is met mannen als Van Aert en Van der Poel erbij. Hij zal ook zijn rol spelen. De vraag is hoe erg. Ja, het zijn twee spitse mannen, hè? Mathieu van der Poel en Lars van der Haar. De ene met een Belgisch accent, want hij woont in de Kempen. En de andere een echte Nederlander. We laten ze allebei aan het woord. Mathieu van der Poel, de zon die verdwijnt achter de wolken. Dat kan misschien nog een factor spelen, maar het is vettiger dan gisteren. Ja, ongeveer hetzelfde, denk ik. Het is nog steeds heel erg glad en heel erg verhaallijk. Ik denk dat er hier niemand zijn wedstrijd 100% perfect zonder fouten gaat rijden. Ook jij niet dus? Nee, ik ook niet. Dat is denk ik bijna onmogelijk op dit parcours. Zeker als je nog wat kapot begint te zitten, gaan er hier heel veel fouten gemaakt worden. Maar het gaat wel heel veel spektakel zijn. Er is nu zoveel gezegd en geschreven en gepraat over dat parcours. Maar voor wie is het nu echt top geschikt? Mathieu van der Poel. Daar ben je klaar en duidelijk in. Ja, voor mij is het ook heel erg goed. Maar als ik zo die afdalingen zie en die ijsplekken, zeg ik echt Mathieu van der Poel. Die gaat hier een mooie show maken, denk ik. Maar ik hoop dat ik daar heel dichtbij zit. En misschien als alles wel in mijn geluk zit, kan ik hier winnen. Dus ik zeg echt niet dat ik niet ga proberen. Ik ga er alles aan doen om proberen te winnen. Maar ik vind het zelf wel ook wel een mooi parcours. Hè? Heel veel succes, heel veel geluk ook. Ja, dankjewel. Ja, zo meteen live naar Michel Wuits en Paul Herijgers. Maar eerst nog een laatste keer naar Renaat bij de bondscoach bij Rudy de Bie. Australia,
Gary Milburn. Ja, klopt, Karel. We staan vlak bij de streep. En de zenuwen geren door de kelen bij iedereen hier aan die start. Hoe moeten die renners zich nu voelen, Rudy? Oh, die voelen hun hart gewoon kloppen in hun keel. Dat is, ja, dat is onbeschrijfelijk. En zeker als dat startschot gegeven is, dan moet het losbarsten. Die energie moet loskomen. Dus, ja, dat weet je alleen als je echt aan sport gedaan hebt. Ben je nog de laatste keer op de omloop geweest? Ja, ik ben er nog even op geweest en het is heel plakkerig geworden. Dus, het is veel zwaarder en dat speelt wel in de kaart, onder andere van Wout van Aert. En alleen Wout van Aert? Ja, nee, er zijn er meerdere die bekend zijn om meer zwaarder omlopen, goed te presteren. Oké, dankjewel. Rudy de Bie gaat kijken. Iedereen gaat kijken in spanning naar het 66e prof-WK in Tabor gebeurt het. Begon ooit met een worstenhelm in 1950 en Jean Roubik. Maar nu gaat het om de grote knikkers. Commentaar krijgt u van Michel Wuits en Paul Herregers. Veel crossplezier tijdens het veldrijden vanwege Telenet. Dag dames en heren. Start over 3 minuten. Bent u ook zo lekker nerveus? Dat gaat morgen wel weg. Morgen is het weer maandag. Maar dan hebben we een nieuwe wereldkampioen. Wie? Het is voor de 22e keer dat ik commentaar mag leveren bij een WK. En het is nog nooit zo koffiedik kijken geweest. En niet altijd wint een favoriet een wereldtitel. Vraag dat aan deze Sven Nys maar. Die voor de 17e keer aan een WK bij de profs deelneemt. Hier is Klaas van Tornhout. Klaas van Tornhout, die altijd wel voor een verrassing klaar is. En dit is dan de kerstverse topfavoriet. Want uiteindelijk is dat pas gegroeid na het Nederlands kampioenschap aan Algerije. Toen Mathieu van der Poel iedereen degradeerde. Maar niet iedereen ging daar voluit. Hij kreeg in Algerije de opdracht van zijn ploegleider Niels Albert. Deze Wout van Aert, doe het rustig jongen in het eerste half uur. Zand in de ogen strooien. Ja, dat komt je goed uit bij het WK. Tom Meuse, misschien wel technisch de meest onderlegde voor deze ondergrond. Pauwels, die in het verleden 2 keer won in Tabor voor de wereldbeker. Maar dat was in een oktoberversie en toen lag de ondergrond keihard. En dit is Van der Haar, de laatste winnaar in Tabor in 2013, oktober voor de wereldbeker. Hij heeft een uitmuntende bochtentechniek en die kun je hier gebruiken. En dan komen we bij de Verenigde Staten, bij Jeremy Powers. Die mag op rij 1 staan vanwege heel wat winst ginds over de oceaan. Hoe lang blijft hij mee vooraan? Dat is de hamvraag. Starten doen ze gewoonlijk als kanonnen. En wat heb je dan nog aan een blok als er iemand zijn start mist of tegen de grond gaat? Het is al iedere keer gebeurd in de vorige wedstrijden. Hier, Paul. Ja. En hopelijk is het nu dan net wat anders, want het blijft wel gevaarlijk. Hè. Dus die allereerste bocht, als ze in het veld komen, ja, dat is gewoon haak om. En dat is gewoon, ja, jongens die dat echt ervoor gaan, dan is dat toch wel echt heel, heel, heel gevaarlijk. En we zijn er mee weg. En wat dacht u? Nederland daar al aan de bovenhand. Mm-hmm. Bij de eerste dappere stroomstoten is het Lars van der Haar die de kop pakt. En die heeft meestal zo'n kopstart. Meestal ook zeer goed weg. Ook Van Aert uitstekend weg. En hier doet die kwant die achteraan. De mannen die hopen straks niet gedubbeld te worden. Hier gaan we zo meteen het asfalt verlaten. En dan begint de slip. Partij opletten, al zitten we hier nog in de benedenfase van de omloop. Hier is het nog te doen. Ik zag onze vriend uit Nederland, Van der Poel, daar al naar de tweede positie. Ja, hij is helemaal mee. Over 100 meter is er nog wel eens een heel gevaarlijk stuk. Links en rechts enkel bereidbaar. Want daar staat er naad. Bij het eerste opkantje staan we dan. En dan is de Belg die op dit moment op kop rijdt, Tom Meuse. Tom Meuse met Mathieu van der Poel. Dan Kevin Pauwels, Van Aert vierde. Maar nu derde op dit opkantje. Van der Haar. Dan een Duitser. Dan Bina. Van Tornhout. Nijs hier nu. Peters en de rest van het pak. En problemen voor Vermeers. Even in de clinch met een Deen. Maar hij is kunnen overeind blijven. En een val. Maar de kleine Simperan van der Poel die wilde daarvoor bij Meuse. Wilde hij daar al de rest onder druk zetten. Het was in elk geval een eerste poging. Ook Van der Poel, ondanks dat lange lijf en uitstekende bochtentechniek. Een eerste poging om de bovenhand te nemen. Wellicht allemaal wat te forceren. Maar Meuse heeft hem dat op een of andere manier belet. Maar het was vooral een slipper die hem dat belette. En als je daar dan zit, heb je een probleem.
Ja, dat ziet er niet goed uit als je hier tussen belandt. Maar in ieder geval, Van der Poel heeft al laten zien dat hij heel vlug naar de kop wil gaan. Enkel wachten op het juiste moment zeker om dan toch zijn ding te doen. Proberen weg te rijden, maar dat gaat niet zo vlot gaan dan in Hogerijden. Van Aert zat al aan het wiel van Van der Poel. Het wiel dat volgens de jongste berichten telt. En we zien ook Nijs nog goed opschieten. Ja. Iedereen, of in elke reeks, heb je wel eens iemand die de boel aan flarden rijdt in het begin. Dit is Jamie Driscoll. Ja, met heel zijn voorwiel aan flarden. De spaken staken er helemaal uit. De rest onder druk zetten in die openingsronde. Dervermeers, inderdaad niet die kanonstart die we verwacht hadden. Daar een groepje Italianen. De Tsjechen zonder Stibar is het natuurlijk niet evident om te schitteren hier voor eigen volk. En daar zien we Van Aert naar de kop gaan. Ja, en knokken, hè. Echt, Klaas van Tornhout wordt hier opgehouden. Van der Poel, Van Aert en Meuse. De mannen van 20. De mannen die hopen jongste wereldkampioen ooit te worden. Op naar de trappen. En dan dat opspringen, oh zo belangrijk, op het juiste verzetje staan. Niet te groot om die helling te pakken en niet weg te slippen. Het juiste schoesel, met andere woorden, ik heb het dan over de tubes onder die achterwerk hebben. Daar zien we Nijs met Klaas van Tornhout en daar zien we weer een Amerikaan uit het paardje glippen. Dat is Zach McDonald. Bereid er u op voor dat we vaak dit soort beelden gaan zien. De Tsjechische regisseur houdt van iedereen. Af en toe zullen we de kop van de koers verlaten. Daar zien we in elk geval Van der Poel al als een slang door die bocht glibberen. Van Aert kiest een ander spoor. Het lijntje volgen van wie? Van wie? We hebben gezien dat dat tot foute resultaten kan leiden. Ik denk aan zijn kant. Ja, ieder heeft zijn eigen visie, zijn eigen versie voor ogen. En ja, dat is toch misschien maar het beste. Zolang dat er toch geen duidelijk beeld is van amai, daar gaat het dan toch wel een pak beter. Omdat de ene het een ander of beter klaart dan de andere. Dan heb je na nauwelijks een kilometer toch al een verschilletje. De twee jongsters die al een klein gaatje, nou niet echt betekenisvol, maar ze nemen toch al de bovenhand. Je moet hier risico's durven nemen. Je moet wat op geluk rekenen, maar je moet het geluk ook afdwingen. Ja, gooit je bril weg. Pauwels, die laat daar een gaatje op Meuse. Meuse die omkijkt, zit er iemand aan mijn wiel. Van der Haar zit in positie 5. Richting Balken. De mannen die het meest getipt werden. En dan gaan we daar het verschil zien tussen de stijl van der Poel en de stijl van Aert. Van Aert die eraf moet en Van der Poel doet dat bijna met een fout, moet corrigeren. En daardoor kan hij niet wegrijden, maar u ziet dat je hier het verschil wel degelijk kan maken. Het is niet makkelijk als zelfs jongens zoals Meuse nu toch demonstreren dat het zelfs heel moeilijk is. Dan is Nijs, het echt wel moeilijk. Nee, springt niet, Renaat. De aanzet hier bij de tweede balk, die liep wat fout. Nochtans was de stijl perfect en daar in de achtergrond een valpartij. Er was heel even een fout in de communicatie met Renaat. En dan zien we Walslepen, die er in de achtergrond helemaal weggedrongen is. En dan nog eens onderuit gehaald wordt voor de tweede, de derde keer. Ook nog een tik krijgt van een Fransman, dat is Menu. Nou. Het kan niet slechter starten voor Walslepen natuurlijk. Ja, als ze dit onder de loepen gaan nemen, dan gaan er sancties gaan komen. Dat was echt duwen en knokken om elkaar te raken. Van der Poel zet druk. Van Aert volgt. Meus probeert dat. Ook Pauwels nog altijd bij de zaak. Daar moet Lars van der Haar aankomen. Dan zie je Klaas van Tornhout. En is dat Nijs die daar probeert op te schuiven? Me dunkt van wel. Hè? Hier moet de Taramarca zitten. Hier zien we inderdaad Sven Nijs met Rob Peters. Dus de meeste van de Belgen goed vooraan geposteerd. Alleen Vermeers heeft zijn start wat gemist. Van Aert wel degelijk veel beter gestart dan dat in Hogerijden het geval was. Daar zijn ze met een 2. De zoon van Adrie zet de toon. Adrie die een poos gesukkeld heeft met het schoonvadersyndroom. 5 keer tweede in een WK cyclocross. Tot dan toch eindelijk prijs in 96.
hier met het nummer 36 zien we Sascha Weber, maar die heeft meestal een Brits start en valt dan doorgaans wat weg. Oh, daar zien we Van Aert in de fout gaan. Ja. En dan moet hij het spoor wat bijster raken en dan laat hij Van der Poel een lengte of 2-3. Mm-hmm. Dan moet hij gaan corrigeren. Ja, het is de kunst om erbij te blijven. Echt alles doen wat Van der Poel doet, want hij is toch wel specialist in dit soort werk. Ijsplekken zijn me dunkt ook wat beter bereidbaar geworden. Daar moet Van Aert inderdaad al jagen. Dus wat dieper in de zenuwen gaan tasten. Heeft dat eruit gekeken, Van der Poel? Pauwels, schijnbaar bedaard. Niet te nerveus, al hebben we makkelijk praten. Lijkt toch weer wat dichter te komen. Mm-hmm. Kom terug. Foutje Van der Poel. Maar ze gaan het allemaal doen, hoor. God, dat is echt stilstaand. Fietsen uit de groef trekken en weg. Het probleem is, als je enorm groot vermogen hebt, en daar zien we Van der Poel weer ravissant aanzetten, dat je dat groot vermogen nooit echt kan omzetten in snelheid, omdat je razen en trap weer aan de volgende bocht zit er nat. En die volgende bocht, dat is op 500 meter van de volgende passage. En dan komt er een passage ja, waar Zweek eigenlijk het beloftekampioenschap verloren heeft. Kijken wat Van der Poel hier goed doet. De spoorvorming is er, maar ze gaan er alle twee goed door. Van Aert op een seconde of twee, dan Meeuwse goed mee, Pauwels goed mee. En dan gaat toch al een gat van betekenis wie hier achter komt. Die durf ik bijna zeggen, kansloos. Van der Haar, Van Tornhout en dan Taramarka. Tussendoor nog een Fransman. Dit in al enorme afstanden. Hoor. We gaan naar richting 30 seconden. We zitten in de eerste ronde. Hier komt het triootje Belgen met Peters, Vermees en Nijs. Nijs teruggevallen. En dan kijken we naar de chronometer. Nijs is 11e op dit moment en dat is op bijna een halve minuut. Het gaat in die openingsronde inderdaad wat te snel voor de oudjes. Kleine correctie hier bij Pauwels. Dat kost weer een fractie van een seconde. Dan weer het voetje los. Hij vindt hier niet het terrein dat hem zo lief was bij de wereldbekercross. En dan zien we dat Van der Poel toch al wat verder weggelopen is van Van Aert. Heeft er iets langer over gedaan. En Van Aert heeft een probleem. Dat wil ik wel eens zien nog eens van dichtbij. Hij staat de voet, hij staat de voet. Hij heeft een probleem. Dan is hij aan het eind van ronde 1 al helemaal de pijp uit. Want dan moet hij Van Aert helemaal vanuit de achtergrond gaan achtervolgen. Oei. Het wordt een tijdrit. En hier laten we hopen dat we dan een klein blokje kunnen vormen. En dat die achtervolging tot een goed einde kunnen brengen. Van der Haar achter Van Aert. Daar heb je Lange Klaas. Naar voor, want ze hebben u nodig. Daar heb je Taramarka. Mouret hangt er nog tussen. Taramarka op 8 en hier Vermeers. Die is dan over Nijs en Rob Peters geklipt. Aan het werk. Dan zien we hier Van Kessel. In een groepje achtervolgers met ook Boros met het nummer 2. We hebben een ronde in 8.22. Dat is overigens trager dan de belofte vanochtend. Die een ronde reden in 8.09. Daar is wel een verklaring voor natuurlijk. Harder bevroren nog, de ondergrond. Hier zien we dat foutje weer. Daar gebeurt het. Oeps. Ja. Waaraan ligt dat nu? Ja. Geloof het of niet, maar hij is echt helemaal veranderd. Hij reed in de tijd altijd met twee plateaus. En nu heeft hij gekozen voor één. En ze is er af. Ze is er gewoon af. Is dit WK na één ronde gedaan? Dat is de hamvraag. Mm-hmm. Nee, nog niet. Want ze zijn daar bijna met z'n drieën. En dan moeten ze elkaar toch begrijpen. Maar dat we hebben gezien in Hongarije waartoe hij in staat is. Want dit is tot dusver een gelijkaardig verloop. Het is Pauwels nu aan de leiding. En dat is misschien de enige dat nog iets in, meer in petto heeft dan Meeuwse om er naartoe te rijden. Van der Poel is hier gestart met de gedachte van ik durf te verliezen. Dus ik durf al die risico's wel aan. Je mag hopen. En dat is dan misschien wel de beste manier om te winnen. Daar heb je Pauwels, daar heb je Meeuwsen, daar heb je daar Van Aert. Die wel snel weer op het wiel van die twee Belgen gekomen is. Dan Van der Haar, dan Klaas van Tornhout. En ginds in de achtergrond nog een paar Belgen met Nijs die nu pas een kopje daarboven steekt. Dit is Mouret. En dan Taramarka. Komen ze daar al uit de bocht? Jawel. Ja. Het is dat nog niet helemaal ribbedeby. Nee, het was wel een vertekend beeld, want het is een behoorlijk lang stuk. Maar in ieder geval, Pauwels is aan het werk. Maar hij beheerst natuurlijk alle onderdelen. Hij heeft natuurlijk de lengte in de benen om die trappen perfect te nemen. Pauwels is zelfs aan het wegrijden van zijn twee kompanen. Nou, nog niet helemaal.
Ik zie dat Van Aert voorbij Meeuws is. Hier weer bij Lars van Tornhout. Klaas die me dunkt opschuift. Komt daar nu naast Van der Haar. Oh, een struikelperte was dat bij Taramarca. Dat kan pijn doen. Daar zien we Vermeers, Nijs. Nijs en Peters. Hier, de Belgische kampioen. Krijgen we een wat wider shot. Een globaal beeld. Zeer belangrijk. Kijk, hem geven. Renaat. Paulus volgt op 5-6 seconden van Van der Poel. En dan de rest. Ja, het is echt zwoegen op dit moment. Want je ziet dat het eigenlijk wel lastiger ligt dan vanmorgen. Wordt nu belangrijk. Daar heb je Paulus al. De kleine komt. Paulus die al wereldkampioen werd bij de junioren. En bij de belofte nu op zijn 30ste toch zo stil aan de rijp zou moeten zijn voor een wereldtitel bij de profs. Pitst er 1 seconde af. Er zijn er niet te veel die dat gekund hebben. Komt nog 4 seconden. Ook in Overijssel probeerde Van der Poel weg te rijden. Een paar keer zelfs. Toen lukte het niet. Omdat hij iedere keer weer gegrepen werd. Gaat wisselen. Ik mag aannemen dat ook vader Adrie nu ultra onder stoom staat. Daar heb je Pauwels nog en Van Aert. Van Aert pakt de kop terug over. En ze komen tot op 3. Met die fietswissel. Ja, dat is mentaal belangrijk. Maar de balken zijn er. Mentaal belangrijk. Renaat. En dan gaat hij springen, de détente. En dan mag dat geen probleem zijn. Moeizaam. Oh, de tweede was helemaal een probleem. En kijk, de voorsprong is weg. En op die manier zit Van Aert bijna helemaal in het wiel. Hier op de klim. Van Aert die een stoortrekt. En hij zit in het wiel. Hij kleeft aan de modder van de Nederlander. Mentale zegen voor de Belgen op dit ogenblik. Ja, ja, die sprong was niet zo goed uitgevoerd. Het was wel prachtig gedaan om tussen die eerste en de tweede balk eraf te springen. Dat is de tweede keer, hè? Dat zal nu wel gedaan geraken. De tweede keer dat hij moet corrigeren. Renaat. De eerste op 10 seconden en dan hebben we Van der Haar en Van Tornhout op 17 seconden. En dan nu Nijs op de balken. Maar dat verschil gaat boven de halve minuut bedragen met Vermeers daarvoor. De détente bij balk 1 is indrukwekkend, maar toch komt hij niet helemaal. Dat heeft te maken met dat slippen bij het aanzetten. En toen waren ze met z'n drieën. Ja. En als ze hier nu wat gaan lonken, dan kan Meeuws weer aansluiten. Daar gaat hij raar van opkijken. Van der Poel. We zitten op het vriespunt, maar heeft de rits al openstaan. Hij heeft wel een herstelvermogen in de race. En het is een aanvaller. Tursan. Gaat hij daar weer in de aanval? Ik had de indruk van wel. Zou me niet verbazen. Daar bij die bocht. Daar heeft hij inderdaad het tempo weer wat opgetrokken. Van Aert mee. Paulus die omkijkt. Waar zit mijn gauwgenoot? Meeuwse uit de Noorderkempen. Essen. Ze zijn op komst. Klaas van Tornhout ook mee, hè? Ja, dat zal hem ook moed geven. Vooraan aansluiten. Altijd is lang Klaasje wel eens ziek. Midden in de week, maar zondags niet. Zij, Thijs, al ons. 8 ronden moeten in totaal afgelegd worden. Dus nog 6 bij de volgende passage. Hergroepering, Paul. Ja, dat worden er 6. Hoor en luister naar de aanmoedigingen. Tommeke, kom aan. En man, dat is dan voor Tom Mees, uiteraard. Goed, de openingsaanval is gepareerd, afgeslagen. We hebben en nu? 4 op 6 hebben we erbij in de kopgroep. Van Aert moet in elk geval dik in orde zijn. Dat hij dat euvel met de fiets zo snel opgelost heeft. Dat hij bedaard gebleven is bij het opleggen van die ketting. En dat hij dan weer die inhaalbeweging gemaakt heeft. Ja. Op dit puntje was het eerste foutje. Het tweede, daar had hij daar kon hij weinig aan inbrengen. Dat gebeurde gewoon. Ketting eraf. België-Nederland dus. Weer tempo zoeken om hier dat volgende heuveltje helemaal gladjes af te werken. Woeps, ook daar weer. En hier komt dan dat gladde ding. Oppassen met te kort op het wiel te rijden hier. Paulus met zijn ervaring. Tornhout bijna aansluiten nu bij Meeuws. En dan die verschrikkelijke helling. Hè. Hier kun je het verschil maken. Is niet lang, maar het is zo'n tweetrapsraket. En alles slipt. Ja, daar zit hij de rest te voeten. Of bijna te voeten. Zag je dat? Ja, ja. Maar hij wou heel vlug weg. Het had nog veel erger kunnen aflopen als hij daar zou zeggen. Ik doe het zoals in Hamme.
We gaan naar Renat. Alweer in de afdaling bij dat riskante 500 meter punt. Toch vooral gevaarlijk met die sporen die elke ronde erger worden. Van der Poel is hij erdoor. Voorlopig wel deel 1. Van Aert voet uit het klikpedaal. Die ketting die slobbert daar weer. Is ongelooflijk gevaarlijk. Ik hoop dat hij erop blijft liggen. Nee. Hij is weg. Hij staat andermaal stil. Van Aert andermaal langs de kant. Is voor de tweede keer dat hij een kettingprobleem heeft. Foute keuze gemaakt wellicht. Daar een andere, een Tsjech. Schimonek. Van Aert is daar vooraan weggevallen. En dat voor de tweede keer is dat in twee ronden. En nu Pauwels. En een afstopper. Komt Van Aert daar al piepen? Want ik heb zo het gevoel dat we hem nodig hebben. Kijk, weer een verschil. Een goede 40 meter. Renaat. Maar die achterstand, de schade is nu wel veel groter dan daarnet hoor. Wat Van Aert nu moet goedmaken is een materiaalzone en nog een stuk asfalt. Mm-hmm. Wat jammer. Tot twee keer toe zat hij vast in het wiel. Hij had echt wel een speelkameraadje. Ze waren elkaar waard. Pauwels nu vol jagen. Niet te veel omkijken, het is vooraan te doen. Het verschil loopt op tot 5 seconden. Heel diep in de achtergrond Van Aert. Andermaal gaan jagen. Het is de tweede keer dat hij een inspanning moet leveren waar hij niet op gehoopt had, waar hij absoluut geen rekening wilde mee houden. En nu gaan ze dat nu nog eens vast herstellen. Het was wel heel, heel bedaard zoals Pauwels daardoor die bocht ging. Maar hij heeft natuurlijk dat acceleratievermogen. En laten we hopen dat professor Hespel voor Pauwels de juiste trainingsschema's opgesteld heeft. En dat zal wel zeker. Dat deed hij in de tijd voor Stibar. En nu dus voor Pauwels. Het blokje aan het wiel. Van der Haar. Trage ronde overigens, 8.40. Maar dat heeft natuurlijk te maken met die blokvorming in het begin. In de aanzet van de tweede ronde. Hoe lang gaat Pauwels volhouden? En daar is Van der Poel al uit het zicht. Het meisje die heeft natuurlijk al eens gevoeld dat het te snel ging. Ja, daar moet je voorlopig niet meer op rekenen. Op Meeuwse, hij zit daar goed. Aanklampen is de boodschap. Toch is hij andermaal niet helemaal weg. En heeft Pauwels het geluk dat hier niet al te veel loopstroken zijn. Ja. Het is nog niet gedaan met deze Pauwels. Hier staat Bina. Bij de UCI. Niet veel geluk voor de Tsjechen. Renaat. 5 seconden de achterstand en dan is het zeker nog niet voorbij. Zeker nog niet gedaan. Nee. Hij stond trouwens bij Philippe Marien en die staat in de materiaalpost. Dus daar is iets fout gelopen voor Bina. Is hij dan uit de race gehaald? Vermoedelijk. Heeft hij een fout gemaakt bij de Boedel? Al het werk op de schouders van Pauwels kan Meeuwse geen handje toesteken. Moet er nu al geen beslissing genomen worden? Het wordt groter. In het voordeel van deze Van der Poel. En zijn aangezicht staat weer een stuk beter. En iedere keer sliert hij zijn tuig mee. In de sleep... Dat is zijn stijl, hè? Ja, de sleephouding van Overijse. Ze moeten langer lopen hier. En daar bovenop de trap. Ai, 8 seconden. Ja. 8 seconden. Volk dat terugkomt uit de achtergrond. Is dat Van Aert die daar weer komt aansluiten? Dat is hij, het nummer 11. En moet hij daar Klaas van Tornhout voorbij. Maar het is zo moeilijk om een achtervolging te organiseren. Hè? Je zit zo weer aan de volgende bocht. Ja. Zo weer aan een volgend obstakel. Ook van fiets gewisseld nu. Van Aert. Ik zie niet meer de groene Michelin's van Weller. Zou hij ook een fiets in de post hebben met 2 plateaus? Dat is de vraag natuurlijk. Renat. De lussen in de weide. Hij is de bocht alweer om, Mathieu van der Poel. En dan is de voorsprong op Kevin Pauwels een seconde of 7. Van der Haar, het derde. Meeuwse, vierde. Van Tornhout, vijfde. Maar die gaat nu ingehaald worden door Van Aert. Dus Van Aert schuift een plekje op. Van Tornhout nu zesde. Eén van die 6 wordt wereldkampioen. Ginds in de achtergrond nog een groepje met daarbij nog een paar Belgen. Maar dat is inderdaad al op respectabele achterstand. Dus even kijken of ik zie waar Nijs zit. Die zit nu in 8e positie. Wissel van der Poel.
Ja, ik denk dat je haast iedere ronde moet gaan wisselen. En daar was wat te rapen voor Renaat. Hij sprak of hij riep zijn jongens iets toe. Want het is het soort van klei die nu gaat klitten. En dat hebben we hier in het verleden bij wereldkampioenschappen. En zelfs in wereldbekerrossen nooit gezien. Dus wat aanpassen voor iedereen. Een beter moment voor Van der Haar nu. Heel kort op het wiel. Ops. En nu gaat het wel zeer goed. En daar gaat hij toch weer een seconde of twee bij pakken. Renaat. Hij trekt stevig door en die blik staat op focus. Hè. En dan zie je de achtervolgers erover lopen. En dan wint hij zeker een seconde op deze strook. Meusen springt ook. Hij komt op die manier bijna aan het wiel van Van der Haar. Pauwels hier, dat is op 10 seconden. Dus ze verliezen het terrein. Meusen nu in één ruk voorbij Van der Haar. Hij probeerde het in elk geval. Maar blijft nu aan het wiel hangen. En we zijn Van Aert helemaal kwijt. Waar is in godsnaam Wout van Aert? Hier, Klaas van Tornhout op 21 seconden. En Wout van Aert, ik zie hem niet meer. Is hij nog in koers? Jawel, hij komt daar volledig gedesillusioneerd, zo lijkt het. Wel, nu pas over de balkjes. De halve minuut is verstreken. Hij is gevallen, zoveel is duidelijk. Een val nog voor Wout van Aert. Er was geen andere verklaring mogelijk voor de derde keer. Dus pech voor hem. Maar wat is daar in godsnaam gebeurd met die ketting? Ja. Die keuze voor die ene plaat? Mm-hmm. Is dat wel je gezond verstand gebruiken voor zo'n WK? Dan een wissel gaan doen. Een nieuw systeem gaan invoeren. Dat je niet echt gewoon bent. Renaat. Zesde op 41 seconden. Dat is de achterstand van Wout van Aert. Het groepje Nijs op 52 seconden. Dat is de strijd in de achtergrond. Ja, er is zoveel veranderd. Hè. Dus andere fietsen, andere kleuren hebben ze gecreëerd. Dat je dan ook nog met die plateaus gaat changeren. Dan heb je toch wel pech als het niet functioneert. Kijk hoe Van der Haar zijn uiterste best doet om zijn rol te spelen. Om toch weer snel op dat wiel van Pauwels te zitten. En weer kunnen we de seconde gaan aftellen. Het is echt wel secondenwerk. Het mag dan een klein beetje in het voordeel zijn. Je mag je natuurlijk niet geven. Hè? Je moet blijven strijden. Mm-hmm. Er mag niks gebeuren vooraan. En dan spreek ik bij Mathieu van der Poel of ze zijn er terug bij. Maar ondertussen krijgt hij toch meer en meer zekerheid van zijn kunnen. En andermaal trekt deze van Tornhout zijn streng. Zit hij in positie 5. Dus Van der Poel, Pauwels op 2, Van der Haar op 3, Meus op 4, Van Tornhout op 5. En wat een gat na Klaas, niks meer te zien. Daar zien we Nijs uit de bocht komen. Die heeft nu deze Van Aert in het vizier. Mm-hmm. Goed tegen de grond gegaan. Nijs die vooruit blikt. Dan heeft hij het gezelschap van Vermeers, Mouret bijgehaald. En Boros. Vermeers in goed gezelschap. Ga maar door, jongen. Uw werk zit erop. Nu nog een mooie prijs behalen. Ook Marcel Meissen zat daar vooraan. Ja, dat zou zonder meer een succes zijn voor Vermeers. Mocht hij hier al een top 10 versieren. Daar is hij wel mee bezig. We proberen u zo goed mogelijk te dienen door tussenpunten te zoeken. Bijvoorbeeld hier. Maar de regisseur moet natuurlijk zo handig zijn om te volgen. En dat doet hij ook. Hier is Pauwels. En we zitten op 8 seconden. Mm-hmm. En Van der Haar op 9 seconden. Pauwels en Meusen op 15 seconden. Ja. Pauwels heel brutaal in de bocht gegaan. Dan komt daar Klaas van Tornhout. Dan gaan we er nog een paar bij doen, want we krijgen die bocht niet te zien. Dat is op 24 seconden. We gaan naar Renaat. De manager van Sunweb Napoleon Games, Kevin Pauwels, op 8 seconden. Wat denk je? Het zal geen vlucht worden, denk ik. Ik denk dat de toekomst van Mathieu is aangeslagen. En, het zal heel snel moeten gebeuren, of het zal volgens mij niet meer gebeuren. Dus het zal nu toch moeten gaan gebeuren. Amai, genoteerd. Ja, en als hij dat gat dan dicht, dan ziet hij natuurlijk alweer in de tank. Dan hebben we natuurlijk makkelijk praten, want dan zou je kunnen veronderstellen van der Haar zal dan wel ten aanval trekken. Maar je moet het natuurlijk kunnen. Die gaat wel blijven zitten. Van der Haar, dat kon je daar straks al voelen of horen. Ja, ik wil maar zeggen, als ze erbij komen van haar. Maar dat ziet er niet naar uit. Dat ziet er voorlopig helemaal niet naar uit. Hier gaan we in de achtergrond kijken. Daar zien we Van Aert die andermaal inderdaad gedesillusioneerd in de fout gaat. Dat heeft vooral met het kopje te maken. Daar komt hij weer in de rechte lijn. Zouden het al 12 seconden zijn ondertussen? Uitkijken. We zijn op 5 ronden van het einde. Hij heeft die helm van Hoge Rijden weer op. Die maakt hem stoer. Ja. Zij komen daar ginds uit de bocht. Seconden tellen bij de vorige passage daar aan dat puntje. Dat prikpuntje waren het 8 seconden.
Je ziet de gemiddelde rondetijden. We zitten aan 22 per uur. Het blijven 8 seconden. Heeft ze de rol gelost. Hij komt hier nu door op seconden of 16, 17. Dan maakt ze er 19 van. De Tsjechen doen er altijd 2 bij. Hier Klaas. Klaas van Tornhout op 5, 26 seconden. En dan Van Aert. Die daar nu de laatste rechte lijn in komt. En eens even omkijkt en checkt waar zitten de andere Belgen. Wat jammer. Wat jammer voor hem dus. Renaat. Ja, we gaan even polsen bij Niels Albert. Wat hij denkt, ja, wat is er gebeurd allemaal met Wout van Aert? Heb jij meer, want de val was niet te zien. Ja, hij valt in de afdaling. Hij bezeert zijn pols. En dan hebben we ook nog de kettingen van vooraf. Dus we hebben alle pech al gehad in de eerste 2-3 ronden. Wat rest er hem nu nog? Want zijn achterstand is onoverbrugbaar. Wat blijft er nog over? Ja, probeer een mooie ereplaats uit de brand te slepen. En op naar volgende week zeker. Ik kan nog altijd van voor iets gebeuren, maar ik wens geen een van de andere concurrenten. En de pech, dus. Maar het is spijtig dat het bij ons moet overkomen. Dankjewel. Hij blijft er rustig bij, de ploegleider Niels Albert. Bij Beijing wereldkampioenschappen alles of wel helemaal niks was. 2 keer wereldkampioen, uiteraard met verven van bij de start weg. Kanon start en die zagen er niet meer terug. Maar alle andere keren was het niks. Die zoeken we nu. Ha, ja. Hij dus. Hier is hij. En krijgen we daar al de kopjes van de achtervolgers? Oh, dat duurt lang. Camerapunt. Daar heb je Pauwels. En daar heb je Van der Haar. En altijd maar dezelfde aan het werk natuurlijk. Wanneer breekt de veer? Hier in dat lange stuk zien ze hem toch nog net die bocht uitgaan. Pauwels stuk dus in hier. Niet plooien. Dit is inderdaad een typisch Pauwels stuk. Kan hij wel. Waar hij zijn snelheid inderdaad kwijt kan. Maar zo zijn er niet te veel. Want dit is dan weer zo'n stuk waar hij een broertje aan dood heeft. Ja, de trappenpartij. Kleine 20 meter lopen. Dit zijn de delen van het parcours waarvan wij vooraf gezegd hebben, daar wordt het verschil gemaakt. Als je daar met een klein verzetje goed kapit kunt geven, we tellen 9 seconden. Hier weer bij Meus. Ze zijn elkaar waard. Hè? Dat is al een heel tijdje op die 9 seconden. Die twee achtervolgers. Die voorlopig naast het podium vallen. Zij volgen op 22 seconden. Versnelling van Meusen hier. Dat het daar ook al wat minder stijl loopt. Renaat. Ja, bij Richard Groenendaal. Die 8 seconden voor 9 seconden voor Mathieu van der Poel. Wat betekenen die? Ja, dat hij aan zet is. Kijk, hij heeft een beetje speelruimte. En Pauwels die moet nu alles op alles zetten. En die mag geen foutjes meer maken. Want anders is het 20 seconden. Dus ja, Pauwels is echt de man die het moet doen nu. Hij komt terug tot op 7 seconden en bijkomend nadeel is dan dat Van der Haar dan nog zit. Alleen vanuit het Vlaams standpunt dan. Hè? Ja, dat kan psychologisch in het voordeel zijn van Mathieu, ja. Zeer zeker. Want het is nog niet over. Nee, dat is pas over 4 ronden. Ja. Nee, hier kan alles gebeuren. Dat hebben we in andere wedstrijden gezien. En kijk, als Mathieu nu naar een halve minuut gaat, dan durven we wel te zeggen dat het over is. Maar nu zeker niet. En hij wisselt, hij gaat wisselen, Mathieu van der Poel. En dan gaan we kijken of Pauwels dat ook gaat doen. Jawel hoor, de Belgen. En die wissels overigens heel belangrijk. Pina is daarnet uit koers genomen, omdat hij voor de verkeerde box heeft gewisseld. Mechaniciens zijn hem tegemoet gelopen. Daarom heeft Mariem hem eruit gehaald. Ja, begrijpelijk. Dat is hier in de vorige wedstrijden ook al het geval geweest. Te vroeg wisselen, een paar boksen willen overstaan. Hier de techniek, daar komt Pauwels al. Ja, ja. Die is korter. Die is zeker korter. Die is korter en als die van Van der Haar zou afkunnen, dan krijgt dat weer een ander beeld. Dat geeft hem vleugels. Kijk hem lonken, Renaat. Seconde. Dank u, we worden uitstekend bediend. Van der Haar weer met zo'n tussensprintje. Want als die moet afhaken, dan krijgen we een tweestrijd. Ja, dat is, en dan wil ik het nog wel eens zien. Dat is echt het signaal voor Pauwels helemaal voluit te laten gaan. Zijn stijl oogt af en toe wat moeizaam bij Van der Poel. Maar je mag je daar niet aan mispakken. Bij Pauwels gaat dat meestal wat vlotter. Oogt dat allemaal wat soepeler, omdat hij minder bewegingen maakt met de schouder. Maar krijgt hij toch weer een stuk waar hij tempo kan maken. En dan zie je Van der Haar toch weer wat dichter schuiven. Ja, die komt dichter. En het gatje wordt met de koploper weer groter. Maar het blijft spannend. Het was natuurlijk net aan die balken, die 5 seconden. Dus niet weglopen, mensen.
Maar het is duidelijk dat Pauwels onze meubelen moet redden. De wereldbekerwinnaar. Kijk, die winst eigenlijk al in de voorlaatste manche binnen had. En daardoor in alle rust naar dit WK kon toegroeien. Van der Haar komt weer dicht op het wiel van Pauwels. Renat. Ja, bij Christophe Roodhoofd van WKCP Power Plus. Mathieu van der Poel, wat denk je dan? Jouw poel, hè? Ja, voorlopig denk ik niks. Het is een heel nerveuze koers, vind ik. Het is nog altijd afwachten. Als Pauwels nu alleen komt, is hij wel een heel gevaarlijke klant. Maar zolang Van der Haar daar is, is dat voor Pauwels toch ook niet zo comfortabel. Wat zou je Mathieu nu aanraden? Druk blijven zetten? Stilletjes verder. Stilletjes. Ja, ja. Goed, stilletjes verder doen. We gaan stilletjes verder doen, Michel. Ja, maar hij glimlacht. En dat doet hij zelden. Dus ja. Hij ziet het wel zitten. En heeft ondertussen ook al wel in de mot dat Van der Haar, dat was overigens al een poos zo, weer op dat wiel van Pauwels zit. En hij stond ook naar het scherm te kijken. Hij zal ook wel die slipper gezien hebben van Pauwels. En dat speelt dan toch mee. Dus, want hij gaat natuurlijk voor zijn coureur. Vroeger dus de man achter Albert, tot die Albert toen die moest stoppen voorstelde van je mag bij Corendon ploegleider worden. Dat zag Albert helemaal niet zitten. Die wilde namelijk een winnaar coachen. Is het verschil weer opgelopen? Ja, dat is zo. Ja, absoluut. En meer dan hij al ooit gehad heeft Van der Poel nu. Dan komt hij ook nog meer dan behoorlijk, dat zelfs zeer vlot boven. En dan onmiddellijk weer... Die doeltreffendheid in de actie, dat omzetten weer in een hogere snelheid. Die snelheid er weer uit. Maar dan een bochtentechniek die voor zijn lengte fantastisch is. Oeps. Pauwels, die hele partij nog moet doen. Hè? Het zal er wel 13 worden. We hebben er nu inderdaad 12. Ja. Dus is dat op een seconde of 5 geweest. En dan plots door die slipper wat extra tijd prijzen geven. Recht blijven is de boodschap nu. Hij is zeer behoedzaam hier. Hè? 20 hè, mensen. In januari pas 20 geworden. Hè? Dus nog wat jonger dan Wout van Aert. Maar zoals dat met de kanjers gaat, ze hebben geen tijd om aan te passen. Ze doen mee met de top en ze doen onmiddellijk mee voor winst. Alleen hadden we nooit verwacht dat Van Aert en Van der Poel dat over een gans seizoen zouden spreiden. Renat. Het duurt nu toch wel een eeuwigheid hoor. Als je in de materiaalzone staat en hij is het 300 meter punt voorbij Mathieu van der Poel. En dan komt Pauwels daar nu aan, vlak voor die tent. En hup, 17 seconden. Dit ziet er niet goed uit. Nee, dan is er weer een klatje van een seconde of 4, 5 bovenop. En dan is hij hier nu half cross. En dan kan hij stilaan gaan mikken op een voorsprong van een halve minuut. Pauwels wordt ook meer en meer onzeker. Zeer dikwijls het voetje uit het pedaal, terwijl Van der Haar dat helemaal niet moet doen. Daar rijdt de topfavoriet. We zullen het nooit weten. Wat zonder de euvels. Zoveel pech bij Van Aert. Nou, een halve minuut nog lang niet. Maar wel een seconde of 16, 17. En Van der Haar, die op die manier aan zilver mag gaan denken. We hebben een rondetijd van 8,29, dus hij is nu bezig met een soort van schaatspartij. Vlakke ronde, gelijke ronde, rijden. 8,28 in de derde, 8,29 in deze. Hier hebben we Meuse en Van Tornhout op 36 en 37 seconden. Daar heb je Van Aert weer. Ja. Die wil nog bij Meuse en Van Tornhout. Hij doet toch nog mee. Ja, absoluut. Dat eergevoel, hè? Bij wijze van, het had wel gekund. Hij zit terug op zijn stoute fiets met die groene banden. En dit is Gianni Vermeers. En Boros, de jonge Tsjech, die het ook goed doet. Daar komt Nijs uit de bocht. Nijs die dan al op een minuut zit, hè? Op een dikke minuut, ruim een minuut, Renat. Een halve minuut, ja. Het is een anoniem WK voor Sven Nijs. Jammer voor hem. Ja. Ja. Het 17e WK, het 24e in zijn totaliteit. 4 keer wereldkampioen, 2 keer bij de belofte en 2 keer bij de profs. Poros sluit aangemoedigd voor een top 10 plek. Vermeers op plaats 7 op 1,25. Poros op 8. Nijs op 9. Nijs wilde het podium. Dat zal niet lukken. Hier Mouret.
naar Kessel. En hier Meissen. En Tara Marcao, die wel ver teruggevallen is. Een vertraagde weergave. Is er wat gebeurd? Ja, tegen de grond. Ja. Een seconde of twee weg. Iets te hard getrokken aan de nader. Een wiel blijven steken. Ze gaan allemaal wel een besmeurde knie of een besmeurde schouderpartij overhouden aan deze cross. En dan is het natuurlijk leuk dat je aan 15, 16 seconden zit. Dan kun je dat wel permitteren. Een parcours in twee delen. We hebben een totaal wintersgedeelte aan de noorderkant, waar af en toe nog wat ijs boven ligt. En dan een zonnekant. En daar heb je natuurlijk dat laagje blubber. Zeepsop, zei Rob Peters. Die zijn we compleet uit het oog verloren. Waar is Rob gebleven? Renaat. Ja, erop of erover. Maar goed, we zullen zien waar Rob gebleven is. In elk geval, daar gaat Pauwels de trappen op. En dan zijn we benieuwd naar de achterstand. En tak, 13, 14 seconden eigenlijk. Ja, dat zijn die secondjes bij die slipper. Ja, die zijn prijsgegeven, die 3, 4 seconden. Is er iemand die dat nu tegen Pauwels zegt? Blijven geven, jongen. Je weet maar nooit. Dat denk ik wel, dat dat geroepen wordt. Meus. Derde man op komst, dat is Van Aert, is er nu bij. Echt wel een goede dag, maar ja, beloond, dat is nog iets anders. Daar is geen sprake van voorlopig. Laten we eens kijken naar het verschil. Wat is het verschil tussen dit groepje en het groepje 2? Kan met andere woorden Van Aert de oversteek nog maken? Dan moet hij natuurlijk ook nog Meus oprollen. Maar daar is hij mee bezig. Mooie stukken. Echt diep in de groef. Geen problemen. Daar komen ze toch al in de volgende bocht. Renaat. Ja, Van der Poel in de materiaalzone. Slippend daar naartoe. En dan gaat hij wisselen. Een propere fiets pakken in box. Waar staan de Nederlanders? Vrij in het midden. Box 7. Adrie Van der Poel die zijn zoon aanmoedigt. En ook hier de achtervolging. Pauwels voet uit het klikpedaal. Tak. Ja, 12 seconden. Hij verliest zeker geen terrein. Gaat niet wisselen. Probeert hier een seconde te smokkelen. Terwijl Van der Haar wel de zone ingaat. Wij hebben box 4. Maar dat is nu niet ultra belangrijk meer. Omdat alles uiteen ligt, heb je daar natuurlijk plaats en ruimte zat. In het begin van de wedstrijd is dat natuurlijk een ander paar mouwen. En begint steeds beter te jumpen. Ja, weer bingo. Ja, dat zijn mooie sprongen die hem toch iedere keer winst opleveren. En dit is dan ook nog belangrijk, dat hij uit het zicht gaat geraken. Van deze Pauwels. Van der Haar die een klein gaatje gelaten heeft, omdat hij wel gewisseld heeft. Maar die er dan toch weer in slacht om op het wiel te komen. Pauwels in de WK-geschiedenis al 3 keer derde. En hij is er voorbij. Ja. Van Aert is Meusen en Van Tornaat voorbij. En maakt een hoog tempo, hoor. Ik zou die rondetijden van deze Van Aert willen vergelijken nu met die van Van der Poel. Renaat. Gedaan door niet te wisselen. Hij pakte de binnenkant van de balustrade, demareerde. En nadat hij in derde positie in die materiaalzone was ingegaan, kwam hij er als leider uit. Maar op de berg kan het alweer anders zijn. Oké, dank u voor de info, Renaat. Van Tornaat op karakter. Daar gaat hij van de Poel het laantje uit. Ja, zij beginnen aan de laan. Uit beeld. Groen zoeken. Grip. Weer op een vers gespoten tuig. Een tuig dat wat lichter weegt. En de volgende ronde weer een kilo zwaarder wordt. Niet opgeven, Kevin Pauwels. Het is een zeer ondankbare situatie, maar het mag niet. Ai, 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 de kleine gaat beginnen. Boekje staan. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Wat haalt goed, die zie ik zo goed dat hij Pauwels gaan afschudden. Wat haalt hij in zijn hoofd? Ja, dat is inderdaad een vreemd manoeuvre. Dan moet hij zich wel super voelen, want dan moet hij van Pauwels af. En dan moet hij de doorsteek maken naar Van der Poel. Het is een risky business, hè? Ja, ja. Maar dat hebben we de Belgen vanochtend ook zien doen. Ja, wel. Toch maar eens een keer checken. Want ja, ja. Het was vrij fanatiek. Misschien in de hoop van Pauwels lost wel en dan mag ik er naartoe. Ja, en stel dat hij nu daardoor het verschil weer verkleint tot een seconde of 8. Dan gaat het een beetje stinken, denk ik, Renaat. Ja, Nederlandse stem daarover. Wat Lars van der Haar zo meteen deed in de achtervolging op Mathieu van der Poel. Ja, dan moet hij proberen, denk ik. Kijk, alleen als Kevin meekomt, dan moet hij heel snel weer zijn benen stilhouden. Maar als Lars ook maar enigszins het gevoel heeft dat hij wat over heeft en er naartoe kan rijden, ja, dan moet hij het niet laten, denk ik. Duidelijk. Ja, zo moet het inderdaad. Mm-hmm.
maar dan moet je wel heel, heel goed zijn en dan onmiddellijk die doorsteek maken. En het tempo is omhoog. Zweek. Heb de indruk zelfs dat het kleiner wordt. Laurens Zweek probeerde dat ook vanochtend, maar kwam dan zichzelf tegen. En voelde dan, oh nee, ik moet weer mijn rolletje gaan spelen als afstopper. Daarboven op het topje zien wij 11 seconden. Mm-hmm. Ja. Wat nu? We houden het spannend, hè, mensen. Maar het is nog altijd spannend. Ome Adrie gaat panikeren. Maar zal er dan niet iemand anders zijn die Mathieu begeleidt en hem de juiste instructies geeft? Ja, nu komen ze echt wel. Ze zien hem terugrijden. Mark Dirks bijvoorbeeld. De Belgische supervriend van Adrie. Dat is een bedaarde figuur. En nu Van der Aar. Hij zit aan je wiel, jongen. Mm-hmm. Wat doe je nu? Ja, die blijft rijden. We zitten goed. Pauwels, hou vast. Ja, die kleine Van der Haar, die is zo eergierig. Ik herinner mij het WK voor junioren. Dat was in Hogerheide. En toen moest hij ook afstoppen in de achtergrond. Omdat Tijmen IJsing snel demareerde en uiteindelijk wereldkampioen werd. Mm-hmm. Dan kwam hij jankend over de streep. En dit gaatje dat er nu is tussen Van der Haar en Pauwels, dat is goed. Dan blijft hij zeker en vast wel rijden. Dus Pauwels speelt het slim. Renaat. Mathieu van der Poel ondertussen weer in de materiaalzone op minder dan 300 meter van de streep. En dan kijken we in spanning naar die seconden die wegtikken. Want dit is toch een cruciale fase. Van der Haar glibberend door die bochten. Pauwels wat moeizamer. Er zijn wat lengte tussen. Het zijn 12 seconden. Ja, ik denk dat deze jonge snaak ook nog in het kopje uitstekend zit. Dat hij met andere woorden met veel overleg aan het crossen is. En dat hij dat jonge lijf van hem heel, heel goed kent. Weet u nog dat unieke WK in Firenze bij de juniores? Dat was misschien het mooiste WK dat we daar gezien hebben in die fantastische, fraaie stad. En wie komt daar? Van der Haar, is die Pauwels kwijt? Ja, die is Pauwels kwijt. Is Pauwels kwijt. Renaat. Ja, dat was wat ik wou zeggen. En dat is gebeurd rond die 300 meter. En Van der Haar trekt nu stevig door. En dan is de vraag, kan hij nog terugkomen op zijn landgenoot? 12 seconden. Het verschil tussen Van der Poel en Van der Haar. Nederland boven, dat in elk geval. Dan Pauwels op 16 seconden. Toch nog altijd klaarte in de blik. Daar heb je Van Aert. Hij jaagt. Het is een wat vreemde ontwikkeling. Maar het mag wel. Landgenoten die jagen op landgenoten. Vooraan en hier in de achtergrond. Van Aert die kan nu gaan jagen op Pauwels. Renaat. Met de penningen. Ik zag je de wenkbrauwen fronsen. Iedereen weet waarom. Ja, ik denk het wel. Van der Haar is nu, heeft duidelijk de kop, plaatsgenomen bij Kevin Pauwels. Goed, als hij beter is, beter. Maar ik denk dat Kevin vandaag een hele goede wedstrijd rijdt. Hij doet wat hij kan. En Mathieu van der Poel is beter klaar. Maar je begroef daarnet de strijd bij, maar eigenlijk blijft dat verschil al bij al binnen de perken. Ja, inderdaad. Het blijft te spelen eigenlijk. Maar goed, je weet dat Mathieu van der Poel op kop rijdt. Als je die 10 seconden geeft, dat het heel moeilijk wordt. Hij heeft er voldoende bewezen voor beide weken. Dus je weet dat. En dat vertaalt zich ook wel, denk ik. Komt daar al iemand kijken? Het is nog altijd Van der Haar, maar die heeft toch al wel wat extra ruimte genomen op Pauwels. Dat is wel een seconde of 3-4. Slimme Van der Poel, daarnet bij de vorige passage tegen de grond. Nu helemaal buitenom de bocht genomen. Ja, dat is gewoon het geweer van schouder veranderen. Je weet waar hij mee bezig is. De manier waarop hij die bochten pakt, dat is formidabel. Grijpt die nadar vast en dan met een extra zwieper, extra kracht zetten op de arm. Pats, dat hele lijf meesleuren. Net een heuvel voor, dat is een lang stuk. Met een bliksemschicht als het ware. Bij de junioren hadden we een verschil tussen 1 en 2 van 40 seconden. Bij de andere wedstrijden verschillen beperkt. Maar nu bouwt hij toch weer wat uit. Mm-hmm. Hij is boven, richting trap. Dus we hadden daar net een verschil van 12. Dat moeten we goed onthouden, goed imprinten en dan ergens een nieuw puntje zoeken. Hier bijvoorbeeld, als we tenminste een beeld krijgen hier van Van der Haar. Op bovenop de trap. Een van die cruciale fases op het parcours. Dat opspringen en dan weer met dat kleine verzetje tempo gaan zoeken. Ook hij hier nu bovenop de trap. Renaat. 12 seconden achterstand voor Lars van der Haar. En dan kijken wanneer Pauwels boven komt. Dat is op 17. Dat is een verschil van 5. Dit gaat vlot. En voor Van der Haar komt Speed van Aert daar al piepen. Daar heb je Van Aert. Die is nu onderaan de trap.
die, geloof me, die ziet nog altijd met dat podium in zijn hoofd. Ja. Renaat. Het is op 31 seconden, hè, en die reed op een bepaald moment op 55 seconden achterstand dit veld. Dus toch wel sterkere monten. Ja, ik ben ervan overtuigd dat die fantastische rondetijden aan het klokken is. We krijgen helaas alleen maar de rondetijden hier op ons computerschermpje van de kopman, van deze Van der Poel. Hij is ook terug met zijn oude fietsen aan het rijden nu, Van Aert. Daar straks had hij van die blauwe. Is het verschil niet wat kleiner geworden? Doen we weer een fractie af? Of is het optisch bedrog? Ja, het is zeker niet terug groter geworden. Integendeel. Ja, hij is natuurlijk aan een risky business begonnen. Maar hij heeft zoveel taaiheid en zoveel karakter. Renaat. Ja, Van der Haar op 7 seconden. En dan is dat toch verduiveld dichtbij. Ze gaan beide wisselen. Hier komt Paulus. Dat is op 14 seconden. Maar het is nu duidelijk Nederland. Ja. Ja. Mm-hmm. Maar de kleine van Kalmthout, die heeft ook nog wel body, hoor. Zonder balken had het al bingo geweest. Had ze bijeen geweest. Van Aert op 25 seconden. Dus die blijft ook maar terugkomen. Hij springt niet meer. En daar heb je de kleine dappere man. En daar krijg je Paulus weer in één beeld gevangen. Denkt van, daar kan ik weer moed uit putten. Ja, pittig WK toch? Wat is dat allemaal? Dat was niet verwacht. Leuk, Renaat. En waar heb je Van Aert? Christophe Roodhoofd, stilletjes verder doen. Heeft hij zich vergaloppeerd, Mathieu? Goh, dat weet ik niet, maar ik denk dat Mathieu niet zoveel trager heeft. Maar Van der Haar zal zich goed gevoeld hebben. En zal de kans niet willen laten liggen om ook zelf te winnen. We zullen nu zien. Vanmorgen is Laurens Week tot op 3 seconden van de eerste geweest. Maar hij heeft het ook niet gekregen. Het zal er nu op aankomen om nog eens te kunnen doorduwen. En we komen dan bij de laatste twee ronden. En dat wordt de koers gereden. Hè. Dat is duidelijk, dankjewel. Een mentale kwestie natuurlijk, hè. Van der Haar heeft het voordeel van de jager. Daar rijdt het konijn. Het is wel een heel groot konijn. Een konijn dat super getalenteerd is. En kijk hem hier nu weer een sprintje eruit persen. Om zijn landgenoot eraf te houden. Amai, rijd daar maar naartoe. Maar hij heeft het natuurlijk ook wel in de pintjes. Ja. Hem mag je een moderne crosser noemen. Iemand die periodiseert. Die het zelfs aandurft om kokzijde te laten vallen. Als leider in de wereldbeker. Ja, dat is waar. En daar komt Van Aert. Die komt er echt wel naartoe gereden. Hè? We hadden een totaal andere WK gehad zonder die kettingmiserie. Ja, hij was bekwaam. Natuurlijk wel. Zoals Renaat terecht zei, hij komt van 55 seconden. Ja, nou, wat we nu zien. Ik neem aan dat dit ook voor Nederlandse kijkers enerverend is. Al heb ik de indruk dat Van der Haar nu niet toch weer wat blijft hangen. Ja, dat Paulus ook wel wat meer verachtert. En dat Van Aert dan op weg is naar plaats 3. En nu? Stel, en dat gaat nu gebeuren dat Van Aert hier bij Paulus komt. Kun je dan van Paulus verwachten dat hij zijn kas leeg rijdt voor Van Aert? Om die eventueel nog wat verder te brengen? Ja, daar lost hij veel meer op. Hè. Hij heeft alles al gedaan, Paulus, om er naartoe te rijden naar Van der Poel. En nu eraf gereden door Van der Haar. Dan kun je niet meer verwachten van nog eens een keer dieper te gaan. Nee. Het moet allemaal van Van Aert komen nu. Ja, begrepen. Daar is hij. Het is wild en het is duwen en stoempen, maar hij komt wel. Want denk inderdaad aan de beginfase van deze wedstrijd, waar Paulus met al dat werk opgeladen werd. Dan mag je dat in de slotfase, in het laatste deel van deze wedstrijd, niet meer verwachten. Van der Haar blijft hangen. Ja. Dat is inderdaad ook vanochtend bewezen. Als je het sprongetje maakt, dan moet je het razendsnel doen. Of je krijgt het gat nooit helemaal gedicht. Mm-hmm. Maar een fout is snel gemaakt, hè. Wat is het verschil? Het verschil 7 seconden. Nou, bijna 8. Ja, 7 in de 90. Van Aert is er al bij. Wout van Aert was wel degelijk dik in orde. En Van Aert klokt hier op 18 seconden. Het zijn er 19, maar we gaan ons wat moed geven. Nou, iets meer. 1,22. Maak snelheid. Het is 5:12, wil je er nog iets van bakken? En dat doet hij. Op het podium dus. Ja. Dat is straf, hè?
Twee keer daar staan Frunniken aan een ketting die spartelde. Een keer tegen de korst. En dan zo'n achtervolging rijden. Renaat. Van Aert hier de 300 meter bocht en dan zijn het 9 seconden. 9 seconden, dus hij verliest weer een klein beetje terrein. Afwachten hoe dat evolueert. Hij komt hier nu weer in de rechte lijn en moet nog 2 ronden overeind blijven. De two-man's race. Waar komt Van Aert nog uit? Renaat. De derde plaats ligt hij op dit moment op 26 seconden. Ja, een verschilletje met Kevin Powers. Maar je kan je afvragen of het Calval niet lang verdronken is. Ja, maar alle respect voor wat hij doet, voor wat hij opbrengt, hè, voor zijn mentale weerbaarheid, heeft Jan Dori dat verschil meer dan gehalveerd. Nog altijd 16 minuten cross. En het kan natuurlijk wel zijn dat hij daar straks in die slotronde nog een weerbots van krijgt. Dat is allemaal mogelijk. Maar wat hij hier gedaan heeft, chapeau, hè. Zie je, 25 seconden. Had echt wel een hele goede dag, maar ja. Het is gebeurd, het mag niet gebeuren. Dan toch niet de dag van Meus, die er ook kansen toe bedicht werden. Maar er is emotioneel zoveel door zijn hoofd gegaan de voorbije weken. En eigenlijk moet je zeggen de voorbije 2 jaar. Maar vooral die laatste dagen, dat moet hel geweest zijn. Van Tornhout op zijn West-Vlaams. Op 5. Moestig werken. Vroeten. Om toch maar in die top 5 te belanden. En Nijs is ver. Zeer, zeer ver. Een millimeter werk naast die pootjes. De allersnelste ronde tot dusver is inderdaad die van Van der Poel geweest. Dat was de eerste ronde. En dan komt Van Aert in de 4e ronde, dus in het middenrif van de race. Van der Poel zette neer 8.23, Van Aert 8.26. Het is zoals Sven van Tournout dat ook allemaal voorspelde. De mannen die het seizoen eigenlijk gedomineerd hebben, ondanks hun jeugdigheid, die gaan we ook hier vooraan zien verschijnen. Hier heb je Jenny Vermeers. Die gewoon zijn wedstrijd afwerkt. Hè? Ja, ja. Top 10. Na een gemiste start. Makkelijk. Renaat. Ja, Van der Poel loopt weer wat uit. Het zijn bijna 12 seconden op Lars van der Haar. En dan moet je kijken naar Wout van Aert. Want die krijgt Van der Haar zo stilaan in het vizier. Hè. Van Aert die daar echt alle registers opentrekt. En die Pauwels nu ook ter plaatse laat. Het is op 25 seconden. Waalsleben heeft ook een dijk van een cross gereden. Hè. Stond daar ook in een geharrewar totaal stil. Daar komt Nijs, maar dat is al op ruim 2 minuten 20. Als het niet meer is. Hè. Daar komt hij over de streep op inderdaad de 2.20. Taramarca ook ver teruggevallen. Fontana. Nijs in gezelschap van Braido. En Fontana, de mountainbiker. Mouret haast onherkenbaar. Ook hij ver teruggezakt. Na een hoopvolle start. Renaat. Ja, Van der Haar verliest terrein tegenover Van der Poel. Maar Van Aert nadert op Van der Haar. Maar het blijven 25 seconden op Van der Poel. En val van Kevin Powels op de trappen. Een struikelpartij. Weer een paar kostbare seconden verloren. Ja, godzijdank dat je bent, Renaat. Want we krijgen dat allemaal niet in beeld. Daarnet kregen we mannen uit de achterhoede. En nu hebben we weer een beeld van een zwoegende Van der Poel. In een cross die al maar zwaarder wordt. En hier zien we Powels in een vertraagde weergave. Daar blikt hij opzij. Ja. Is wat afgeleid en daardoor mist hij die eerste treden. Ja. Dat hebben we nog zien gebeuren. Ja, dat is niet zo verstandig. Die eerste treden is zo belangrijk. Voelt natuurlijk ook nu die derde plaats wegglippen. En hoe dat voor de weerbaarheid, vooral de mentale weerbaarheid van deze man. Want die heeft hij in al dat bochtenwerk wel gezien dat zijn landgenoot op komst was. Amai. Hij blijft er rustig bij. En blijft ook de gevatte beslissingen nemen. Consequent binnenrijden. Niet panikeren. Pakken. Daar zie je vader Van der Poel. Die veel langer moest wachten op een wereldtitel. Nou, wel eens een keertje tweede geweest. Was in 83 in Altenrijn. Op de weg naar de ongenaakbare Le Mans. Renaat. 13 seconden, dus hij blijft een beetje hangen. En één foutje kan Van der Poel nog altijd fataal zijn. En op 24 seconden hier de materiaalzone inbikkelend. Wout van Aert. Powels, dat is op 31. Die ziet het brons wegglippen. Ja, we zitten dus wat met een status quo in de op één na laatste ronde. Hij zal de balken voorbij zijn nu. Van der Poel.
Het zal dan voor Zolder zijn, jongen. Ik heb het over deze pauze. Volgend jaar de wereldkampioenschap in Zolder. Mocht u dat nog niet gelezen hebben, er komt een vijfde WK. Eentje voor jonge meisjes. Belofte. Zien we daar Van der Haar nog? Nee. Nee. Niks te zien. Nee. Niks te zien. Daar komt hij niet pas uit de bocht. Dat is een hele lange lus verschil. 13 seconden zegt men daar. Ik vraag me af of dat nu al niet meer is. Het verschil tussen Van der Haar en Van Aert nog een goede 10 seconden. We lezen hier op onze klok 17,5 seconden af. Daar heb je Van Aert al. Daar heb je Van Aert en die zit hier op 26. Dus met andere woorden, Van der Poel is heel goed bezig geweest met te beseffen waar hij bezig was. Ik moet nog wat overhouden om een goede slotfase te rijden. Van der Haar moet nog opletten. Hij is op komst van der Poel, Van Aert. We hebben, jammer genoeg, door die pechgeschiedenis wellicht een prachtig duel gemist. Mm. Kan niet anders. Als je dit ziet, evalueert, dan kan het niet anders dat het echt wel twee jongens waren die dat aan elkaar, ja, elkaar waard waren. Daar is hij in de achtergrond. Van Aert. Daar komt hij inderdaad. Van Aert die de B-Post banktrofee al op zak heeft. Van der Poel die nog meepikkelt voor eindwinst in de superprestige. Pauwels winnaar van de wereldbeker. Belgen moedigen hem aan voor dat podium. Oogt allemaal moeizaam, maar dat is omdat die bodem zo verschrikkelijk zwaar ligt. Hij zit op 24 seconden. Wie instort, verliest een plaats. Maar dat zien we bij hem hier nog niet zo meteen gebeuren. Al zijn we nu al wel 58 minuten aan het crossen, hè? Ja, en daar gaat er nog eentje moeten bijkomen. Dus we gaan dik over het uur, maar dat mag ook wel. We zitten op wereldbekerniveau, daarboven zelfs. En dan mikken we eerder op de jongste jaren toch 1-8, 1-9. Daar Van Aert al. Hij is nog niet bij Van der Haar, hoor. Nee. Dat is nog een moeilijke opgave. Als je weet van waar dat hij komt, dan is het logisch dat dit het zwaarste onderdeel gaat worden. In elk geval, hier is de overname van de jeugd. We hebben op plaats 1 een jongen van 20. Deze Lars van der Haar ook nog altijd maar 23. En deze Van Aert ook nog altijd maar 20. Op 20 seconden zit hij, Van Aert. Hij pitst. Hij vecht vooral. Al een ronde of 5-6 met zichzelf. Maar nu ook met de tegenstand. Door tegenstander na tegenstander in te lopen en achter te laten. Renaat. Deens Albert, Wout van Aert, komt tot op 20 seconden. Ja, 20 seconden is iets te groot voor de laatste ronde. Maar dat we duidelijk bij de beter in de koers zijn, dat is duidelijk, denk ik. Ja, die kettingproblemen en die val, is dat ook doodzonde? Ja, die zijn zeker doodzonde. Vallen hoort eenmaal bij de sport bij, maar die kettingproblemen die zouden moeten vermeden worden. En, dat is heel jammer dat dat moet gebeuren. Hier komt hij opnieuw, Wout van Aert, aan het 300 meter punt waar Van der Haar op een seconde op 11-12 voorbij kwam. Het zijn inderdaad 20-21 seconden. U hoort het. En dat moet hem extra vleugels geven. Mm-hmm. Nog eens een keertje alles eruit persen. Wel voldoende beseffen van, oké, ik heb wel voorsprong, maar die is niet verschrikkelijk groot. Want ook die kleine Van der Haar, die komt weer snel uit zijn pijp. Vijf seconden, die geeft zes niet seconden, af. Zeven seconden. Daar komt Jackie Russell op een seconde of 10. We gaan er weer 11 van maken natuurlijk, zie je wel. En hier heb je Van Aert. Daarnet hadden we gezegd 20, dat was aan Renaat geklokt dat. En dat zal ook zo blijken, 21 zeggen ze. Wat een inzet, wat een overgave. Oh. Ja, die mannen die vechten voor de tweede en de derde plek, die jutten elkaar op, hè. En voor hem dan straks de meest ondankbare plaats, na al dat werk. Maar ook hij op zijn 30ste heeft moeten ervaren dat er een kratje, dat er een stuk of 3 gewoon beter zijn.
kijk hem ook daar nog zeer lucide de grasstrookjes opzoeken. Waar je toch nog wel wat meer grip hebt. En toch moet hij blijven rijden. Absoluut. Hoe erg dat het ook is. Zo lang aan de leiding. Om uiteindelijk in die laatste ronde in te gaan met 8, 9 seconden. Oh my, my. Stress. Je moet een topdag hebben om wereldkampioen te worden. Dat staat buiten kijf. Maar ik vraag me af of hij straks zal zeggen, ik had een superdag. Dat denk ik niet. Het is niet de dag van hoogrijden. Maar het resultaat is er. En dat is veel belangrijker op deze dag. Hij loopt weer weg. Van Aert daarentegen weer wat dichter bij Van der Haar. Van der Haar die we de eerste keer zien blazen. Ik ben er zeker van dat hij gaat komen, Van Aert. En dat hij een sprintje kan plaatsen, dat heeft hij ook al bewezen. Denk maar aan Hamme, maar dat kan deze jongen natuurlijk ook. Daar is hij. Daar komt hij al. Dat is op 4 seconden. 4 seconden scheiden deze Van Aert van Zilver. In Francorchamps heeft hij ook een keertje zo moeten rijden. Door lekke banden en terugkomen en nog winnen. Renaat. Van der Haar verliest terrein tegenover Van der Poel. 14e achterstand en Van Aert op 18, jawel. Ja, seconde na seconde maakt hij ook goed op Van der Poel. Maar als je begint te meten vanaf het einde van ronde 2 tot helemaal aan het eind van de race, dan zou het wel eens kunnen dat Van Aert de rapste race gereden heeft. Wat heb je eraan als je niet wint? Allemaal goed voor de toekomst, dat is het enige, maar de trui zal er niet bij zijn deze keer. Alles voor de laatste keer. En hij heeft als eerste beslist, ik rij mee met de profs. Ja, ja. En daardoor heeft hij Van Aert onder druk gezet om hetzelfde te doen. Geloof me. Renaat. Ja, nog eens kijken op de trappen. En dan zien we Van der Poel uitlopen. 18 seconden op, op Van der Haar. En dan ook Van Aert die terrein verliest tegenover de Nederlander in Stroop. Maar komt bovenop 24. Ja, afgepeigerde mensen natuurlijk. Hè. Daar wat langer lopen. Dat kan hij namelijk ook. En dan zien we de Nederlander Van der Haar dat helemaal rijdend afwerken. Hij loopt tot boven. Ja. Het was niet zijn parcours, zei jij. Nee, nee. Hij verbaast me echt wel. Hè, want zo voor de dag komen had ik nooit verwacht. Hij heeft altijd gezegd, IJs, daar hou ik niet van. Van die ondergrond iets te hard voor mij. En Van der Poel daarentegen, die stoefde er zo enorm over. Enthousiast, opgewekt. Ja, ik had een groter verschil verwacht. Maar als je dit ziet, ze zijn aan elkaar gewaagd. Kevin Powels kiest ook, zoals Van der Haar, sneller voor rijden. Hier nog eens even bijpikkelen. Alle zones nu voor de allerlaatste keer. Iedere keer weer aan het eind van zo'n zone een verlossing. Renaat. Ja, bij Mathieu van der Poel had ik bijna gezegd. Maar die komt gewoon langs mijn neus voorbij de materiaalzone in. En dan zien we de zenuwen op het gezicht van de ploegleider Christophe Roodhoff. Die aan het frusselen is met zijn smartphone. Kijk het naar dat verschil. Maar het ziet er goed uit hoor. De seconden tikken weg en dan is het over en out. Alleen pech kan hem nog van de wereldtitel houden, Christophe. Ja, ik denk dat pech het enige is waar hij nu ook inderdaad kan stoppen. Dat klopt. Hij is ontketend. Kijk, wat zegt je smartphone? Ja, 23 seconden of Van der Haar ging er boven, maar ik denk dat dat hier al 6-7 zal zijn. Voilà, Van Aert nog luid aangemoedigd. Doet nog een poging, een krampachtige poging om zilver te veroveren, maar hij moet dan voorbij die Jack Russell. Ja, we zagen Van der Haar daar erg wijd die bocht pakken. Kan daar IJzona in contact met die uitstaande pootjes van die Nadar bij het inrijden van de post. Moest daar even corrigeren, dus begint risico's te nemen om uit de greep te blijven van deze Belg. Maar houdt hem wel op achterstand. Veel zal nu afhangen van deze fase. Maar ik denk dat ook Van Aert te dan moe is en je zou verminderen. Ja, van waar komt hij? Renaat. Sternatie ook in het kamp van Wout van Aert. Want heeft hij verdorie nu ook nog een lekke band gehad? Dat bij zijn laatste wissel vastgesteld. Dus ook dat nog in volle finale daardoor nog tegengehouden. Ja. Ja. Dan gaat er oeverloos gedebatteerd worden. Wie was nu de beste man in de wedstrijd? Ja. En de beste mechanicien? Hij heeft wel het initiatief genomen. Mathieu van der Poel. En gedurfd initiatief op een WK. Meteen aanzetten van in de slotronde. Vergeet ook niet dat hij ingelopen werd in ronde 2. Dat is waar. En dat hij dan weer vertrokken is. Na de pech van Van Aert. En dat hij weggebleven is. Ondanks al dat labeur van Powels. Ondanks al dat labeur van Van der Haar. Die het verschil op een seconde of 4 houdt. Ook Van der Haar moet nu technisch in de risico's. En dat ligt hem misschien wel wat minder. Hier zal het van afhangen. Zet wel heel gretig aan Van der Haar nu.
Hier heb je inderdaad zo'n strook waar je inderdaad je vermogen, en dat is bij deze jongen bijzonder groot, ja, kwijt kunt. We doen mee. Hij moest niet onderdoen. We gaan weer naar de kop van de koers met Mathieu. Mathieu die de jongste wereldkampioen ooit gaat worden. Met zijn 20 en een aantal dagen. Daar komt hij bijna op de huid van Van der Aar, die hem in de mot heeft. Die nu wellicht moet gaan herbronnen. Ja, wat gaat hij doen met zijn snelle beentjes? Dat is amper 2 seconden. Leek daar heel even aan de waggel te komen bij het nemen van die draai. Maar komt dan met die korte beentjes van hem toch ook weer wat beter weg. In de drassige zone opletten. Laatste keer die steile afdaling nemen. Ja, dat was de trap van Vervecke. Waar Vervecke in 2001 afscheid nam van Dlask. En van Mario de Klerk. Wop. Nou, ook een bijzonder prangend WK. De strijd voor plek 2 interesseert ons met de regisseur. Geef ons Van der Poel straks terug in de slotfase. Hier wordt nog altijd gebikkeld. De man die in Valkenburg won. Maar toen kwam Van Aert en die komt nu bijna op het wiel. Het is nog een seconde of 2. Het wordt wel hoog tijd. Blijft hangen. Beneden uit het pedaal geraakt. En het is nog maar 2 minuten cross. Daar ook wat wringen, maar hier kan hij weer misschien wel op de kracht wat goed maken. Al blijft Van der Haren hem nog altijd op een seconde, anderhalve seconde houden. Voetje los bij Van Aert. Van der Haar houdt hem vast. Hij is er wel bij nu. Hij is er wel bij. Race in de race, Wout van Aert. Zonder twijfel. Richting afdaling. Heeft niks met chauvinisme te maken. Gewoon realisme. Maar de prijs voor de lef, doorzettingsvermogen, ultratalent. Voor hem natuurlijk. Mathieu van der Poel. Laatste gevaarlijke bocht voor Mathieu. Daar is hij vanaf. Hij kan het zich permitteren om de risico's te vermijden. Hij is erbij. En nu wil ik nog wel dat sprintje zien. Ja. Rij hem voorbij. Extra meters. Daar komt de ultieme bocht. Hij is binnen. Hier is hij. Schuddebolt. Maar het is echt waar. Het is echt waar. Erik de Vlaming die werd wereldkampioen op zijn 20ste. In 1966. In het Baskeland. Hij is naar Tabor gekomen. Met heel veel lef. Met het risico om vol voor de aanval te kiezen. Durven verliezen. En dat beloond zien met winst. Wow. Mathieu van der Poel is de jongste wereldkampioen ooit. Wauw, wauw, wauw. Ja, en de sprint voor de tweede plaats. Met Van Aert die buitenkant bocht. Hier mooi, de maat neemt van Van der Haar. En Van Aert inderdaad de race in de race gereden. Ja, ik begrijp hem. Op 2 had wereldkampioen kunnen worden zonder meer. Ja, daar moet je niet aan twijfelen. Echt, echt, echt. Van der Haar is 3e. Die heeft een halve cross gedacht. Ga winnen vandaag. Wat een vloek op die kampioenschappen voor hem dit jaar. Dat is mama. Dit is de Corine. Dochter van Poepoe. En daar Peter van der Abel. Hoofdverantwoordelijke voor de UCI. Hier heb je Kevin Pauwels. En Klaas in de achtergrond. De mannen van Met de Penningen. Godzijdank vanochtend al een wereldtitel mee kunnen grabbelen. Met Van Toernout. Pauwels. De koers gedragen in de achtervolging. Een ronde of 3-4 lang. En dan Van Aert niet kunnen bijbenen. Op plaats 4. Maar kijk naar die verschillen. Tussen de jeugd en de mannen van 30 en meer is er een enorm gapend gat. Van Toernout is 5e. Meeuwse beseft dat hij in die tussencategorie zit. Die het moeilijk zal krijgen. Is 6e. En nog eens naar de techniek. Dat liep in het begin fout, tot 2 keer toe. Maar dat ging steeds beter. Mm-hmm. Tot hij aan het eind besloot van, doe het niet meer. Ja, maar dat is nadenken. Hè. Dat is nadenken onder druk. Iedereen niet gegeven. Iedereen zou zich misschien wel te pletter springen. Hij stapte af. Knap. Het gat is uiteindelijk teruggebracht tot hoeveel seconden aan het eind van het verhaal.
seconde of 15. 15. Zou dat kunnen? Mm-hmm. Van der Haar 16. Er is natuurlijk wel wat beginnen te vieren, dus wellicht als hij zou moeten doorrijden, had hij dat wellicht nog op een goede 18, 19 seconden gehouden. Mm-hmm. Maar het is wel een feit dat Van Aert boven de 50 seconden zat. Daar heb je Vermeer. Andermaal een bewijs dat de jeugd niet tegen te houden is. Amai, goede keuze. Hij wordt zevende. Zie je wel dat hij die selectie verdiende. Hier gaan we naar nummer 8, Marcel Meissen. Walsleben. Met Walsleben, de Duitsers samen, maar nog wel gescheiden door een handvol seconden. Maar kijk naar die verschillen. 2,26, 2,37. Achtste en negende. En dan een sprintje ver in de achtergrond. Fontana. De mountainbiker, die het haalt van Taramarka. Daar komt de eerste Tsjech, Boros. Dat wordt plaats 12. Ze hebben hier voor eigen volk in grote mate gefaald. Ze hebben Stibar gemist. Zonder enige twijfel. Braido komt hier nu binnen. Nog voor Boros. Dus die wordt 13e. Daar is Nijs. Maar die gaat Sander nog over zich heen krijgen. En daar is nog iemand voor hem geëindigd. Nog een paar mensen zelfs. Thijs van Amerongen onder meer. En dan Sander en dan Nijs. Kanaal is ook nog voor Nijs geëindigd. Nijs op 17. Paperska op 18. Nijs op 3 minuten 30. Hier is Rob Peters. Gaat hij naar plaats 19? Jawel. Rob Peters. Erop en eronder. 19. Op plaats 19. Field. Na Moreno. Op plaats 21 op 4 volle minuten. Het had er allemaal zo'n aardje van wat traag te gaan in beeld. Hè? Maar geloof me, het was vals traag hoor. Er is op hoog niveau gecrossed. Mm-hmm. Op verschrikkelijk hoog niveau. En ze hebben vooraan allemaal van Jetje moeten geven om hun plaats te houden. Chill is 22e geworden. Page komt binnen. Op 23, op plaats 23. Petrouche. Op plaats 24. Ja, we gaan ze alle 30 zien hoor. Zo doen ze dat hier. Hier zien we Wildhaber. Daar gaan we naar een man die vanavond mee wat mag vieren. Wubbe. Op plaats 26. Zouden de Tsjech in het oog. Lachak. Ondertussen is Ruiz de Larinaga binnen. Arnaud Grand is 28e. De man uit de Valais. Lachak is 29e. En dan gaan we nog naar Denemarken, dat hier naar huis mag met een gouden medaille van bij de junioren. En hier hebben we voor Denemarken Kenneth Hansen op plaats 30. Op plaats 50 Martin Haring. Eindeloos het rijtje. Het gaat niet lang meer duren, want de 80% regel komt nu in voeg. Ik zie dat ze al 5 minuten en 30 achterstand hebben. Hier de prangende fase, de strijd voor de tweede plaats. Het moment waarop Van Aert komt aansluiten bij Van der Haar. Net met de buiten draaien. Net voor inderdaad de bocht van de laatste rechte lijn. Van der Haar probeert nog de meubelen te redden door dat bochtje wat korter aan te snijden. Maar de vaart is bij Van Aert groter. En dit begrijp ik volkomen. Oei. Ja. Dat wordt nog lang rijden twisten. Die kunnen best meer rust laten vandaag. Dat wordt nog lang nakaarten. Die kun je maar beter opvangen. Wat heeft die voor een race gereden? Dat kun je je niet voorstellen. En dat is allemaal begonnen met die ketting eraf en uiteindelijk een valpartij. Van het moment dat de blauwe fietsen weg waren, was het probleem opgelost. Van der Poel is wereldkampioen, de jongste in de geschiedenis. Van Aert is tweede op 15 seconden. Van der Haar is derde op 17 seconden. Dan Pauwels. Kijk eens wat een gat tussen de jeugd en de rest. Van Tornhout is vijfde. Meese is zesde. Vermeers is zevende. Dat zijn vijf Belgen in de top
7. Maar ze zijn helaas afgedroogd door een uitstekende Nederlander. Nederland, 2 medailles erbij. En wij eindigen dit WK met 5 medailles, zoals Rudy de Bie gehoopt had. Ik geef graag het woord aan Karel. Het crossplezier zit erop, maar het kijkplezier daarom nog niet. Ja, en dadelijk terug voor het podium en het Wilhelmus, want Mathieu van der Poel is wereldkampioen. 16 jaar vroeger dan zijn vader dat is geworden, want die was er al 36 toen hij wereldkampioen werd in Montreuil. Sven van Toernout, het is de cross ook een beetje van wat als. Dat is een vraag die vaak gesteld wordt na een sportmanifestatie. Met wat als valt er ook een Emmy te winnen, dus gaan we er ook aan meedoen. Wat als Wout van Aert donderdag die fiets had geweigerd? Die nieuwe fiets die dan in een marketingstrategie past. Ja, dan kregen we waarschijnlijk een heel spannende strijd voor de titel. Hè. Het is duidelijk dat er heel wat misliep in het begin van de wedstrijd bij Wout. En dat is hem wel heel duur afgestraft. Ja, hij komt ontzettend sterk terug. Echt een remonte waarbij hij 30, 35 seconden goed maakt. Maar je moet het Mathieu van der Poel wel aangeven. Hij pakt die koers in handen vanaf de eerste minuut. Zoveel lef hebben die kerels. Hij gooit alle registers open en neemt de koers volledig in handen en heeft gewoon controle over de koers. Hij rijdt een rappe ronde wanneer het nodig is. Hij rust een herstelmoment in wanneer het kan. Dus hij heeft recht van spreken. Ja. Absoluut. Dan zeggen wij hier in zo'n studio tegen elkaar, tussen lef en overmoed gaat maar een heel klein kloofje. We hebben even gedacht, hij is overmoedig, maar nee. Jawel, die houden die cross vol, die kunnen een hoge cross rijden, een uur en 10, een uur en 20 als het moet. Ja, want na ronde 1, begin ronde 2, had ik even het gevoel van hij is misschien iets te overmoedig geweest, iets te voorbarig van start gegaan, maar hij heeft zoveel controle over zichzelf en die jonge mannen zijn echt grote motoren. Ja. Dat kettingprobleem van Wout van Aert, heeft dat te maken met het feit dat er maar één kettingblad is vooraan? Ja, blijkbaar heeft hij teruggekozen voor een enkel blad vooraan. En daar liep het mis mee. Is het nu toeval of niet? Ik weet het niet, maar toch. Het is een risico. Hè. Een nieuwe fiets. Waarschijnlijk nog maar vanaf donderdag de kans gekregen om ingereden te worden. Dus ja, het is een spijtige zaak. Ik denk dat Wout een slechte nacht tegemoet gaat. Ja, reactie. Ja, we hebben een reactie. Eerste reactie. Flash interview met Mathieu van der Poel. Mathieu, congratulations. You made the right choice to jump in the elite category finally. Yeah, I did. It was the best choice of my life so far. Was you a bit afraid of this choice at the beginning of the race? Or? No, not at all. I proved in Hoogered last week that I was capable of doing a good job with the elite category. And today I had an awesome day and the track was really technical and that's something that I can do really well. You resisted all the assaults and the attacks from Lars and the others. Yeah, it was mentally a very hard race. I didn't have a big gap at all. It was all the race like 10 seconds ahead and it was very difficult, but I had a lot of confidence from last week and last laps I kept on saying you're going to be world champion to myself and I couldn't believe it. Yeah, we saw you taking all the risk and jumping the barriers, for example. Yeah, indeed. In the warming up, the barriers were very difficult, but I knew that in the race it could make a difference and it did. And the first two laps weren't that great on the barriers, but then I got confidence and I took my lead. I took seconds there every round. Is this title a bit different from the junior title? Yeah, it's a lot different. I don't think I have the confidence yet to know what it's going to mean to me for the next season, but it's going to be awesome to ride in that jersey. Thank you very much. You're welcome. Ja, en of het leuk zal zijn om in die trui te kunnen rijden. De keuze om bij de profs te rijden is de beste keuze die ik ooit in mijn leven heb gemaakt, zegt Mathieu van der Poel. Ik heb in Hogerheide bewezen dat ik goed was en dat ik een cross lang op niveau kon rijden. Het parcours was technisch, lag me ook wel. Het was mentaal wel ontzettend moeilijk, want ik blijf maar constant met die voorsprong van 10 seconden rondfietsen en dan voel je die druk van achteruit en mag je geen foutjes maken. Hij bleef risico's nemen, ook na 2 minder geslaagde passages in de openingsrondes op de balken. Dat was effectief zo. Je zag hem ja, bijna klungelen op de balken in de eerste 2 rondes. Sven, hier zien we dat. Maar ja, dan houdt hij wel vol. Dan heeft hij zoveel vertrouwen om dat vol te houden. Dan heeft hij inderdaad zoveel vertrouwen in de lef om het te blijven doen. En het heeft hem inderdaad enkele seconden iedere keer opgeleverd. Hè. Hier ook opnieuw loopt het terug mis. Maar hij heeft het vertrouwen blijven behouden. En het was een belangrijk punt in de wedstrijd vandaag. Sowieso.
Ja, en dan is hij ook wel slim genoeg om dat in de laatste ronde niet meer te doen. Hè? Op dat moment gaat hij niet meer springen, maar we gaan dat straks nog wel eens bekijken. We gaan terug naar Tabor, want het podium komt eraan. De ceremonie gaat beginnen. Weer live hier voor de wereldtrui. Twee Nederlanders, een Belg. Net als bij de meisjes, bij de vrouwen, staat de Belg er wat beteuterd bij. Er had meer in gezeten. Maar je kan natuurlijk geen sikkepit afdoen van de verdiensten van de nieuwe wereldkampioen. Lars van der Haar kan voor de tweede keer op het podium. Hij deed dat al eens een keertje in Louisville. Was ook al twee keer wereldkampioen bij de belofte. In Louisville was dat bij zijn eerste beurt bij de profs. Waar Nijs won voor Klaas van Tornhout. Lars van der Haar een hele poos zicht gehad op zilver en zelfs ook een poos op goud. Maar je mikt op de hemel en dan kun je er ook wel eens naast schieten. Maar goed, derde is mooi. Een wereldtitel had er voor Wout van Aert zeker ingezeten. Daar doen we niks vanaf. Hij reed de race in de race. Maar dit is vooral de triomf van de jeugd. Het verschil in tijd is nadrukkelijk. Enorm, gigantisch. De generatiewissel wordt sneller voltrokken dan ook wij dat voor het seizoen konden vermoeden. De jongste van de Van der Poel broers is wereldkampioen. Mathieu werd 12 dagen geleden 20. Vader zegt van hem, is eigenlijk nog een kind. Maar anderzijds heeft hij het lef om wat vader soms wat brutaal inschat wat af te zwakken. Hij heeft ook veel gezond verstand en krijgt de trui uit handen van meneer Koeksen. Leuk om te weten is dat in Kokzijde in het zand Mathieu van der Poel in de allerlaatste ronde bij Van Aert kwam en toch wereldkampioen werd nadat Van Aert een hele wedstrijd op kop reed. 1 Van der Poel, 2 Van Aert. Nauwelijks 3 jaar later staan ze daar al bij de profs op dezelfde wijze. Van der Poel deed dat nog eens over door in Louisville een tweede op een volgende keer wereldkampioen te worden bij de juniors. Je zou kunnen stellen, dit is ook een soort van revanche voor het missen van de titel vorig jaar voor eigen volk in Hoogerijn. Maar goed, dit is een wereldtitel bij de profs. En die tikt wel een stukje steviger aan dan alles wat vooraf gaat in de jongere categorieën. Hij zal er niet lang mee blijven zitten dat hij die van de belofte gemist heeft, wel in tegendeel. Hij heeft het geluk afgedwongen door het risico te lopen, vroeg de aanval te trekken. Van der Poel, Van Aert, Van der Haar. We komen deze jongens nog vaak tegen de volgende jaren in de cross. Hopen we toch. Mathieu van der Poel, de jongste wereldkampioen aller tijden en de 6e Nederlander die wereldkampioen bij de profs wordt. In 81 stamsnijder in Tolosa voor Libotom. In 90 de onverwachte baars in Getscho, Henk Baars. Vader van der Poel, Adrie in 96 in Montreuil. Groenendaal in Sint-Michiels-Gestel, weet je nog, die vreemde battle. En Lars Boom, ook jong nog in 2008 in Treviso. Van der Poel, Van Aert en Van der Haar. Dat was u juist het jersey. Graag het woord weer aan Karl. Ja, en die blik van Wout van Aert die verraadt alles. Net als het beeld toen hij over de finish reed. De ontgoocheling is immens. Je moet daar vandaag niks meer tegen zeggen? Ja, dat is alles spreekt boekdelen. Hè. Dat is ontroostbaar. Ja, dat zal nog enige dagen nablijven hangen ook, hoor.
Ja. Ze hebben allebei de juiste beslissing genomen. Hè? WK bij de profs rijden, want ze zijn te sterk voor de rest. Jawel. Terecht dat ze in deze categorie van start zijn gegaan. Het zijn twee ongelooflijke klasbakken. Mm-hmm. Het draait goed uit voor de Nederlanders, maar heeft Lars van der Haar vandaag risico's genomen? Ik vond op een gegeven moment dat hij toch vrij brusk die tweede plaats innam en echt op de achtervolging inging. Hè. Terwijl dat Pauwels hier nog echt ook in de koers zat. Ja, dat gebeurt hier hè, in ronde 5. Dan gaat hij als een wilde tekeer en het verschil met Mathieu van der Poel was niet eens zo groot. Als hij daar 4-5 seconden afbikkelt en Pauwels volgt, dan spreken we weer over een heel andere koers. Dus op die moment neemt hij een enorm risico, vind ik. Mm-hmm. Pauwels heeft wel gereden om te winnen. Hij kon ook gezegd hebben, die Van der Poel die is toch te sterk, ik rij voor plek 2. En dan hadden we een andere koers gezien. Ja, dat vind ik wel knap van Kevin. Want je ziet dat hij echt van start gegaan is met één doel. En dat was proberen wereldkampioen te worden. Want hij kon eigenlijk al vanaf ronde 2-3 de keuze maken van ik rij voor het podium. En dat doet hij zeker niet. Mm-hmm. De ontgoochelde staat nu bij Renaat Schotten, Wout van Aert. Ja, Wout. Ik denk dat je alleen maar ontgoocheld kan zijn. Na zo'n wedstrijd en alles wat er gebeurt. En dan zilver op 15 seconden. Ja, natuurlijk. Voor de wedstrijd had ik daar misschien wel voor getekend. Maar ja, ik had echt superbenen. En ik zag er zo raad om met mijn nieuwe fiets te rijden. En ja, die doen me dan in het begin de das om. Ik rijd twee keer mijn ketting eraf. Ik weet niet hoe dat kan. En dat was eigenlijk nog niet verloren. Ik kom terug in de koers. En dan verlies ik eigenlijk de koers omdat ik iets snel naar voren wil. En ik maak een redelijk pijnlijke schuiver. Ik had redelijk veel pijn aan mijn schouder. En, waar was dat? Dat was net voor de eerste materiaalpost. Een bochtje waar nog wat ijs lag, denk ik. En ik viel redelijk hard. En dan heb ik altijd een ronde een beetje stilgestaan omdat ik echt de pijn moest verbijten. Maar ik ben er altijd blijven geven daarna. En als je dan ziet, ik denk dat ik op... moment op 15 seconden hang en als je dan ziet dat ik op 15 seconden aankom, dan denk ik dat ik mag zeggen dat ik de beste van de koers was, maar ja, daar koopte niks mee. Je reed in de slotronde ook nog lek. Waar gebeurde dat precies? Was dat net voor de trappen? Ja, in 500 meter voor de trappen, denk ik. Dus dat was al hier op die eerste veld daar. Waarschijnlijk ene steen die er lag die ik geraakt heb. En, Dat is een pokkeind tot een materiaalzone. Dat betekent op een lekke tube naar die trappen, dan lek naar boven en dan slippen naar beneden. Ja, natuurlijk. Die trappen heb ik dan gewoon omhoog gelopen daarna, dus daar verloor ik niet veel mee. Maar dan inderdaad, het stuk daarna was nog redelijk technisch, maar dat ging nog gewoon met een lekke band. Dus ik zal niet zeggen dat ik daar veel tijd mee verlies, maar dat was opnieuw opdofferen. Ik kan gewoon zeggen dat het vandaag niet mocht zijn voor mij. Duidelijk. Toen je op 55 seconden zat eigenlijk, heb je toen gedacht, ik begraaf hier de strijd, ben ik stop ermee? Nee, want die fout heb ik op een kampioenschap van België gemaakt en ik had vandaag voorgenomen om eender wat er gebeurde een heel uur op blok te rijden en dat heb ik gedaan. Ik heb voor de wedstrijd 1000 keer gezegd, ik wil gewoon een uur afzien en zien wat ik uitkom. Maar, natuurlijk liever niet op deze manier, maar het is nu zo, ik kan er niks aan veranderen. Je zei daarnet iets over je nieuwe fiets. Was het dan de juiste beslissing om de nieuwe fiets te gebruiken? Hoe graag je dat ook wou? Ja, ik kan me niet direct voor de geest halen wat de juiste probleem is. En, dat is ook altijd makkelijk praten achteraf. Maar ik was mentaal gaf dat toch een opkikker om met zo'n speciale fiets te starten. Dus dan moet je achteraf niet belachelijk over gaan doen dat een risico is. Het is gewoon jammer. En, we zullen de reden wel onderzoeken natuurlijk, maar ik denk dat ik daar de koers niet verlies. Dus vooral na die valpartij dat ik de meeste tijd verloor. Dan was de naam van Lars van der Haar Haas. Dat was een mikpunt voor zilver. Ja, dat wel. In de laatste ronde kreeg ik hem dan in het vizier en dat was nog een mooie strijd voor zilver. Maar al snel kwam die ontgoocheling. Ik denk niet dat ik zilver win, maar goud verlies. En, het is echt jammer. Met zo'n been moet altijd kunnen winnen normaal. Proficiat toch met een mooie race, maar dat zilver, oké. Okay. Dat begrijpen we. Dan gaan we door met de man die brons haalde. Lars van der Haar, brons. Al zag het er even naar uit dat het zilver ging worden. Ja, wel een beetje teleurgesteld dat ik die zilveren plak niet kon pakken. Maar ik zat gewoon stikken kapot en ik maak een paar foutjes. Waardoor dat Wout wel heel makkelijk natuurlijk terugkomt. En toen moest ik hem nog afhouden in de afdaling. Dat is gelukt, maar daar denk ik ook wel deels mijn kruid verschoten. En, hij gaat er toch nog net voorbij, net voor die bocht. En ik zat gewoon kapot. Ik kon niet meer sprinten, ik kreeg gewoon niet meer de kracht in de benen. Je reed op een bepaald moment weg bij Pauwels. Dat was tactisch een riskant manoeuvre, zo leek het.
Nou ja, ik zag gewoon dat Paals kapot zat en dat ik veel beter was. Dus we hebben afgesproken dat ik niet, dat wij niet achter elkaar aan zouden rijden met iemand in het wiel. En, maar wel dat je het mag proberen. Dus ik heb gekeken en ik heb het geprobeerd en ik kreeg het gaatje. En dan wist ik dat ik door mocht rijden. En dat hebben we zo afgesproken. En dan mag je ook proberen om terug te rijden naar Mathieu, maar niet met, met iemand in je wiel. Had het gekund? Kon je Mathieu in volgen of was dat al onbegonnen zaak? Oeh, ja kijk, ik kan niet gaan als Paulus nog goed is, want dan neem ik hem mee. Dus ja, eigenlijk ga ik daarom misschien te laat om nog bij Mathieu te komen. Toen was het net iets te ver en bleef zo volgens mij op 7 seconden kon ik het krijgen een keer. En, maar ja, dan sprong hij weer de balk en dan kon ik eigenlijk weer opnieuw beginnen. En daar ging ik eigenlijk op stuk. 1-3, dat is wel fantastisch voor de Nederlandse cross. Ja, ja, zeker. Ik wist dat ik gewoon heel erg goed in orde ben. De laatste weken misschien niet de parcoursen gehad die mij moeten liggen. Maar ja, vandaag was ik wel weer echt in orde en heb ik lekker in mijn sas kunnen rijden. Proficiat met brons, Lars van der Haar. We komen zo meteen terug met de wereldkampioen. Oké, dankjewel Renaat. Je roept maar. Ja, nog zo'n wat als vraag. Hè. Wat als Lars van der Haar niet gevangen zit achter Pauwels 3 ronden lang? Ja, maar ik denk dat het sowieso niet makkelijk was om Mathieu van der Poel te volgen in de eerste 2 rondes. Hoor. Ik denk dat het ontzettend snel ging en ja, dat het niet makkelijk zou geweest zijn. Ja, je zag zelfs al voor Van Aert op dat moment dat het moeilijk was. Hè? Ja, hij zette iedereen direct onder druk. Na een halve koers was er eigenlijk al maar, na een halve ronde, excuseer, was er eigenlijk al maar 4 man niet meer in koers. Dus ja, Van der Poel heeft een... Sterk crossgereden. Ja, we hebben een reactie binnen, weliswaar een hele korte van Kevin Pauls. We weten dat hij niet veel van zeg is. En, 16 seconden is wel heel kort, maar laat ze toch maar komen. Ja, ik was niet goed genoeg om Mathieu te volgen. Ik had geen superdag. Toch nader je op een bepaald moment terug. En daardoor mist hij de eerste training. Ja, dat moet nog zien gebeuren. Ja, Stijn, veel keer maar stil. Dankjewel. En er liep dan ook nog van alles mis. Dus dat kunnen we Kevin absoluut niet kwalijk nemen. Hadden we 3 weken geleden gezegd wie is de crosser van het seizoen, dan kwam het antwoord onmiddellijk en heel spontaan. En dan zei iedereen Wout van Aert uiteraard. Is dat nog zo? Ja, Van Aert, Van der Poel, dat zijn gewoon de 2 mannen van het seizoen, sowieso. Die hebben gewoon van in het begin van het seizoen... ik denk dat Mathieu de eerste superprestigemaatje wint in Gieten. Van Aert en op de Koppenberg, ook al 1 november, ook al vrij vroeg in het seizoen aanwezig was. Dus dat zijn gewoon de 2 mannen maar van het seizoen. Maar dan in december overvleugelde Van Aert Van der Poel wel volledig. Hè? Ja, dat klopt. En dan moet je gaan nadenken, waar zit het hem? Hè? Van Aert moet op dat moment koersen voor zijn B-post banktrofee-klassement, terwijl Van der Poel helemaal niet in aanmerking komt om klassementen te rijden, of die daar ook geen aandacht wil aan geven. En die misschien op die moment al vooruit denkt en denkt van in Tabor ligt mijn kans. Dus dat zijn misschien maar kleine procentjes, maar het kan op die moment wel een rol gespeeld hebben. Van der Poel pakt 2 truien, Sven. Nederlands kampioen geworden, wereldkampioen nu. Van Aert pakt geen enkele trui. 2 keer door pech teruggeslagen. Mm-hmm. Vandaag nog meer dan op het Belgisch kampioenschap, waar hij misschien iets minder was door de immense druk die op zijn schouders rustte. Maar hij blijft wel met lege handen achter. Jawel, jawel. We kunnen Van Aert de koning de regelmaat noemen, maar Van der Poel, de man van de grote prijzen. Ja. Ja. Gaat dat hem ook sneller richting wegduwen? Want daar is iedereen het over eens. Op een bepaald moment gaat Van der Poel zeggen, nu ga ik naar de weg. Want het is een ontzettend goede baancoureur. Hij heeft op de weg al een wereldtitel op zak, ook bij de juniores. Nu nog een jaartje met die trui rondrijden en dan vervroegd naar het wegwielrennen vertrekken. Hij heeft de kwaliteiten om dat te doen. Daar twijfelt niemand aan. Alleen is het zo... En dat is algemeen geweten. Die jongen houdt gewoon enorm veel van de cross. Mm-hmm. En de vraag is, hoe lang kunnen ze hem in de cross houden? Hè? Er zullen ook grote ploegen zijn, denk ik, die wel al een vislijn uitgesmeten hebben. Dus ja. Ik hoop gewoon dat hij lang in de cross blijft. Het zou voor mooie, spannende duels kunnen zijn. Een mooie strijd komt eraan. Hè, met een mooie strijd, ook voor Nederland. 2 Nederlanders die terug sterk aanwezig zijn in de cross. En kunnen we alleen maar toejuichen. Ja, aan de andere kant, kan hij op de weg evenveel verdienen als hij nu in de cross gaat verdienen? Als hij 12, 15 jaar crosser is op dat niveau, dan is hij schatrijk. Dat is moeilijk, omdat hij ook enorm veel kwaliteit heeft om op de weg te rijden. Hij heeft niet alleen maar... We hebben ook al een Lars Boom gehad in het verleden, we hebben ook een Stibar. En die mannen hebben ook veel kwaliteiten voor op de weg te rijden. Maar Van der Poel is echt een winnaar. En, Dat is een man om klassiekers te winnen ook, met topkabarie. Ja, jawel. Jawel, dat is iemand die bijvoorbeeld in een Amstel Gold Race bijvoorbeeld
kan meedoen voor de overwinning. Binnen dit dan een enkele jaar natuurlijk. Hè. Een jongen is 20 jaar, we mogen niet te snel van stapel lopen, maar dat is iemand die op de weg kan meedoen voor klassiekers. Ja. Ja. Willen we de rol van de andere Belgen nog eens overlopen? Kevin Pauwels hebben we al genoemd, Wout van Aert uiteraard ook. Tom Meeuwsen, die wordt zesde, Klaas van Tornhout vijfde en Gianni Vermeers zevende. Meeuwsen, Klaas en Vermeerske, die zitten echt wel op hun plaats. Ik denk dat van Klaas hadden we nog zowel een dubbel gevoel van kan hij terug het podium halen of niet. Meeuwsen zit op zijn plaats en Vermeerske rijdt een hele sterke cross. Hè. Hij heeft natuurlijk niet echt zijn rol kunnen spelen, maar dat was ook niet makkelijk. Had zijn start gemist. Hè? Ja, maar ook Van der Poel die dat ook afdwingt. Hij laat niemand toe om in de koers te komen. Dus Marjani heeft ervan gebruik gemaakt om ondertussen wel een mooie uitslag te rijden. Mm-hmm. En dan hebben we Sven Nys, je ploegmaat en vriend, 17e op 3.30 en Rob Peters 19e nog een stuk verder. Dat is ontgoochelend. Ja, Rob is, is misschien wel de grootste teleurstelling. Misschien zijn er factoren dat we niet gezien hebben die hij kan inroepen, ik weet het niet. Wat dat Sven betreft, hij had misschien even goed 10 of 11 kunnen worden vandaag, ik weet het, dat weet ik ook niet, maar ik denk niet dat hij had gewoon hogere verwachtingen en heeft hij niet kunnen inlossen. Ja, ik zie in een ooghoek dat Mathieu van der Poel een hand drukt bij Renaat Schotten, dus gaat hij hem ook interviewen? Dat neem ik toch aan. Renaat? Mathieu van der Poel, wat een fantastisch kampioenschap. Heb je er ooit aan getwijfeld? Heel de koers eigenlijk, als ik eerlijk moet zijn. Tot ik de laatste keer naar beneden reed, toen besefte ik het. Springen of niet springen, en je hebt het altijd geprobeerd. Ja, inderdaad. De eerste twee ronden ging het niet goed eigenlijk. Ik had tijdens die rijden ook al een paar keer de fout gemaakt en het vertrouwen was wel weg. Maar uiteindelijk had ik de ideale snelheid te pakken, de ideale bocht te werken. Toen heb ik terug vertrouwen gehad toen ik er een paar keer goed over sprong. Het plan was supersnel starten en dan op een bepaald moment zei je ploegleider Christophe Roodhoofd stilletjes verder doen. Ja, inderdaad. Ik denk dat ik mentaal wel een van mijn sterkere wedstrijden reed. Ik heb nooit meer dan 10 seconden gehad, denk ik. En ik ben altijd blijven rijden. Ik heb misschien wel 5 keer gedacht ik ga zo laten terugkomen en altijd blijven rijden. Ja, Van der Haar kwam op een bepaald moment op 4-5 seconden. Ja, inderdaad. Ik heb zelfs niet achterom gekeken. Ik wist dat hij aan het komen was, maar ik heb echt alleen maar naar mezelf gekeken vandaag. En mijn eigen heel hard behoed op foutjes. En ik wist dat die balken natuurlijk wel een verschil voor mij konden maken. De eerste, laatste vraag is dit. Hoeveel wereldtitels hoop je nog te halen in de cross? Zoveel mogelijk natuurlijk. Deze heb ik al op zak, dus die gaan ze mij al niet meer afpakken. Je doet al even goed als je papa. Voilà. Ja, inderdaad, dank je wel. Mathieu van der Poel, proficiat. En dat is dan het laatste interview vanuit Tabor, Karel. Dank je wel, Renaat, voor het voortreffelijke werk. Dank je wel ook, Sven van Tournout. We moeten afronden voor je deskundige analyses de hele dag. We hebben vandaag ook geleerd, dames en heren, dat de cyclocross zich grotendeels of nagenoeg beperkt tot de lage landen. Nederland en België hebben vandaag samen alles gepakt. Als er nog iets aan de straalverbinding tussen Tabor en Brussel is blijven plakken, dan krijgt u dat te zien straks in Sportweekend met nog heel veel andere sporten. Ik wens u nog een fijne zondag en heel graag tot nog eens.